Goedemiddag vrienden en vriendinnen. Welkom bij een nieuwe Einde van de Week Live. En ook deze Einde van de Week Live wordt natuurlijk mede mogelijk gemaakt door MSI. MSI. Yes. It really whims the llama's ass. Oeh, Winamp. Ken je die nog? Ja, zeker weten. Winamp was echt een ding, jongen. In begin 2000. Wie kent Winamp nog? Yeah, it really whips the llama's ass. Yeah. Het allervetste aan Winamp was... Kijk, je kon natuurlijk je MP3'tje spelen. De visualizations en de skins. Je kon zo belachelijk veel skins gebruiken, jongen. Van Nullsoft inderdaad. Ja. Zoveel gebruikt, kijk, heel veel mensen. Wie kent Winamp niet? Nou, ik denk dat er echt een heleboel mensen Winamp niet kennen wat dat betreft, jongens. Echt. De oldschool internetdagen waren ook wel echt een wilde westen, Jelle. Ik mis het wel een beetje. Ja, dat was ook nog de tijd. Daarom, ik had Winamp, it really whips the llama's ass. En daarna, bap, klikte ik aan Unreal Tournament. Weet je, dus er stond er muziek op en hoor ik, wow, squeal boy, squeal. En, weet je, dat, en al die vette voice dingen, dat was echt, dat was maar een tijd. Dat was nog toen was ik niet down. Toen was ik nog niet een soort van... Ja, maar daarom. Misschien omdat we gewoon... Afgevlakt door het leven. Ja, omdat we misschien oude zeurpieter zijn geworden of wat dan ook. Wat, weet je, het internet is niet minder een wilde westen. Misschien is het zelfs meer. Alleen, ja, we zijn allemaal wat bewuster geworden daarvan. En toen was het allemaal nog nieuw. Dus je trapt ook in heel veel dingen. Gewoon ook Kazaa, Napster. Oh, je wil New even... Newgrounds, games op het internet. Wat? Wow, het vet. Je wil even een programmaatje downloaden. Je downloadt Trials. Allemaal virussen binnen, ja, weet je wel. Deed er nog niks, maakt ook niet uit. LimeWire. Ja, toch geen... LimeWire was het vetste, weet je waarom? Ja, omdat je dan altijd iets kuts downloaden wat je niet uitgezocht had. Dat sowieso. Maar LimeWire had weken. Je had LimeWire en LimeWire Pro. Maar LimeWire, iedereen gebruikte dat natuurlijk om illegale shit te downloaden. Nee, porno. Ja, ook. Porno. Maar ook programma's, noem het allemaal maar op. Nee, dat heb ik echt nog nooit aan meegedaan. Dat is alleen maar muziek. Ik wel Draw en dat soort programma's. Oh ja, ik dacht dat je bedoelde tv-programma's. Nee, zeker weten inderdaad. Ja, fucking apps. De apps section. Ja, en, hoe heet het? Maar het ding was, je had dus LimeWire en LimeWire Pro. LimeWire Pro was natuurlijk betaald. Maar je kon LimeWire Pro downloaden illegaal via LimeWire. Heel doof. Ja, dat is fucking Wilde Westen shit. Ja. Dat is echt heerlijk, was dat. Ja, ik mis dat wel een beetje, man. En ook gewoon echt anime. Dat was hier toen nog helemaal niet populair. Anime heb ik ook inderdaad. Ik heb al die shit van heel veel Fist of the North Star. Maar wat je dus had, je downloadde de video's. En dat was echt in een resolutie van 320 bij 240, ja, denk ik. 360. En allemaal ook gewoon door fans subtitled. Ja. Ja, dat was zo geniaal, man. Ja, toen was de tijd, toen was het internet inderdaad een hele vette, speciale plek. En nu is het gewoon, nu is het megalomaan groot geworden. En toen was Habbo Hotel nog leuk. Nu zit Habbo Hotel vol pedo's. Jij zit zo? Ja, ja. Die zijn lekker laat, late to the party. Ja, maar dat is altijd met boomers, toch? Ja, dat is waar. Want dat is wel kijken wat voor kindertjes die zijn. Die zijn het nu aan het ontdekken, ja. Echt heel vet. Bear Share, oh my god. Bear Share? Jesus. Ja. RuneScape. JoJo Bizarre's Adventure heb ik inderdaad niet gecheckt. Nee. Lijkt een beetje op Fist of the North Star. Oké. Maar dan Kitty, want het heet JoJo's Bizarre Adventures. Dus ja, ja. Ik heb het wel. Ik weet wat het is, hoor. Maar ik heb het nooit echt gecheckt inderdaad. Maar als het lijkt op Fist of the North Star, dat is mijn tweede favoriet. Wat is jouw favoriete anime? En Akira mag niet, want ik bedoel meer eigenlijk een serie. Ja, serie, snap ik. Ik denk en die heb ik niet helemaal afgekeken. Want op een gegeven moment heb ik dat losgelaten. Maar Naruto. Dat heb ik echt toen veel gekeken. Maar wat ik zeg, allemaal Japans. Allemaal met die gele ondertiteling. In een super lage resolutie, weet je wel. Ja, het bestond toen ook al. Ja, maar het was toen echt heel erg bruut. Weet je, je zou zeggen Dragon Ball. Maar en iedereen was helemaal lijp van Dragon Ball natuurlijk. Maar ik vond dat echt next level toen ineens. Dat is misschien ook wel een van de vaandeldragers van nerdism en Japanism in het Westen. Dragon Ball, dat was echt gewoon de gateway voor heel veel mensen. Ja, 100%. Voor mij props voor die shit. Nee, maar voor mij ook. Ja, misschien ook wel voor mij. Ja, weet ik eigenlijk niet. Of ik eerder naar Guyver is, en dan ik mijn andere. Dat denk ik mijn favoriet. En dat, hoe heet het nou? Het heet niet Mobile Suit, want het is natuurlijk gewoon Gundam, maar Exosuit Guyver volgens mij. Zoiets. Het is gewoon een soort van guy die... Ineens is hij een soort van een fucking armor, bio-armor Gundam. Zo heet het natuurlijk. Toch? Jezus. Nou, maar het ding is, ik denk... Ik moet heel even goed nadenken, hoor. Maar ik denk ook dat ik Akira
heb gekeken door Dragon Ball. Oh, door Dragon Ball. Ja, ja, ik zit dus te denken of ik die shit kijk. Want ik weet ook niet hoe ik ermee aan... Maar ik denk dat ik iemand kende die dat soort shit al keek. En dat ik dat voor Dragon Ball kijk. Maar misschien was het ook wel... Alfred Jodocus Kwak, de eerste anime die we hebben gekeken? Nee, nee, dat is een... Ja, kijk, dat is, maar dan ga je maar net inderdaad een beetje bedenken... Wat is, wanneer is Japanse anime? Animatie. Ja, maar het is 50%, want het is gewoon van Helemaal Geschreven door Nederland. Ja, het is gewoon Helemaal van Veen. Dus ja, misschien ergens wel, maar 50% dan of zo, ja. Ik ben vandaag zo vrolijk. Heerlijk. Ja, ik word echt vrolijk van Alfred Jodocus Kwak, man. Die intro is nog steeds een van de vetste tv-intro's aller tijden hier. Ghost in the Shell is ook een vette anime, zeker weten. Ja, maar allemaal, door internetcultuur ben ik daar naartoe getrokken. Dat had ik anders nooit, was ik daar nooit mee in aanraking gekomen. Ik weet nog dat ik op fora zat. Ja. Dat was vroeger ook een ding. Ja, zeker. Zat alleen maar mensen op fora. Vragen nog steeds wel eens om fucking fora. Ja, daar snap ik niks van. Jongens, doe niet zo fucking oldschool. Dat is Discord geworden. Discord is gewoon een real-time forum. Dat is hetzelfde. Waarom zou je brieven posten? Dat is niet meer logisch. Ja, Reddit is er nog steeds natuurlijk. Maar... Ja, en er zijn heel veel fora hoor, voor dingen nog. Maar het is inderdaad, ja, alsjeblieft daar fucking een Discordje voor of zo. Kijk, fuck forum. Maar kijk, Mesh, dat is wel gewoon vanuit zo, van oud. TMF chat. Wow. Zo, dat was spannend af en toe. Hey. Godverdomme. Gaan we nog vieze foto's krijgen van mensen vandaag of wat? En maar echt gewoon, hè? Dat je... Het voelde als een get-together ook, man. Echt de eerste paar keren. Ja, ja het voelde als heel een kroeg. Speciaal. Het voelde als inderdaad, het voelde echt als een digitale kroeg. Want je hebt hetzelfde gevoel als je in een kroeg binnenkomt. Dat je gewoon binnenkomt en denkt van, zo, wie gaan we doen vanavond? Dat je rondkijkt en dat je denkt van, oké, die of die of die. En dat doe je hetzelfde met soort van... Je hebt zo'n enge blik in je hoofd. Ja, maar dat doe ik expres. Je kan zoiets niet op een normale manier zeggen, want dan is het eigenlijk nog veel enger. Dus daarom overdrijf ik dat op een hele enge manier. Zodat iedereen snapt dat het ergens ook wel... Dat ik snap dat het goor is. Maar je doet het heel goed. Ja. Wie wordt er genoeg van? En dan... dat heb je hetzelfde met die dingen. Oké, je ging gewoon van die hoe noemt het? Screen names kijken. Dat klinkt lekker. En zegt hij ook leuke dingen? Zegt hij ook... Oh, die zegt ook zien. Leuke dingen. Dus je kan helemaal niet zien wie het is of hoe ze eruit zien. Waarschijnlijk waren het allemaal vieze oude guys. Ja, douche, maar dat is trouwens Suga 288. En af en toe werd het wel eens bellen en wat dan ook. En ik moet wel zeggen, ik denk dat ik heb weinig gehad dat het ook... Want een oude kerel gaat niet bellen dan. Dus vaak was het ook wel gewoon een chick die aan de lijn kwam. Ja. Nee, maar dat het nog voelde pas, vrij fair. De pedo's en dergelijke, die kwamen pas een jaar later. Inderdaad. Oh mijn god, jongen. En ik weet het nog. Ik heb toen ook... Toen zat ik denk ik net op middelbare school. Of het was groep 8 of zo. Ja. En toen had ik ook een nummer van een meisje gekregen via TMF chat. Gingen we sms'en. Ja, gewoon niet WhatsAppen. Ja. Dat bestond niet. Dat bestond echt nog niet. Nee, je ging gewoon fucking 25 cent per sms per berichtje van 140. Of het is en ik heb het nooit gezien. We hebben nooit afgesproken of zo. Maar we hebben echt denk ik zeker... 2 maanden lang echt heel lang. Nee. Echt 2 maanden lang echt heel erg veel dagelijks met elkaar geappt. En volgens mij, ze had ook haar vriendinnen verteld over mij. Hoe oud waren wij toen dat die shit was? Ik denk 12. Ja, of ietsje 12, ouder zoiets? Misschien nog. Ik ben benieuwd namelijk. Wat ik weet, en het was namelijk in mijn hoofd, omdat het gewoon dat je allemaal een beetje die... Echt sneu voor die potloodventen dat je niet hebt afgesproken, Koos. Early to mid-teens, ja precies. We hebben ook gebeld. Early to mid-teens, zeg maar, dat ik dat deed. En in mijn mid-teens, weet je, dan begin je al een klein beetje bier te drinken en dit soort shit. Dus in mijn hoofd... Dit was ver voor mijn bier nog. Ja? Ja. Dan is het namelijk, want in mijn hoofd had ik zoiets van... Ik deed dat vaak, weet je, gingen we gewoon met maten samen gewoon een soort van achter de TMF chat zitten en kijken, weet je, of het blote tietenfoto's konden scoren. Ja, tuurlijk. Dus in mijn hoofd was het dus met een biertje. Gewoon echt een soort van, letterlijk een soort van toffe... In plaats vroeger ging je gamen. Ja, maar dan was het dus Pepsi Twist en een zak Doritos. Ja, zoiets, ja. Weet je, ja. Dat was één van de twee. Dus in mijn hoofd dacht ik van bier, maar misschien is het dat gewoon zak Doritos en we deden Pepsi Twist. Dat is die lime. Ja, met citroen erin. Ja, dat vond ik. Dat, samen met Doritos. Godverdomme. Dat, op een gegeven moment, elke dag aten we dat en dronken we dat. Ik was nooit een fan van Doritos. Toen ging ik met diezelfde guy, ging ik samen met mijn broertje zeker 2 keer in de week naar de supermarkt om proberen Shandy en Two Dogs. Ken je dat nog? Nee. Two Dogs is ook zo'n soort van mix-achtig drankje. Wat is Two Dogs voor een drankje? Mensen uit de chat weten Bacardi dat. Breezer. die vond ik gewoon niet lekker. Was gewoon ik ja, daarom. Je weet, ik ben iemand die echt houdt van super shit. Ik ging daar lekker op, joh. Fucking Bacardi Breezer. Ja, Sandy, inderdaad. Maar gewoon, het zit wat je zo weinig. Dus af en toe, dan waren er gewoon wel eens mensen Spirit die letten niet ice. Op. En dan kreeg je dat... Ja, nou, die
hoe heet dat? Die Two Dogs lijkt een beetje op die Smirnoff Ice-achtig, dacht ik. Volgens mij is het een soort van bierig. Wat? Maar ook wat Ronald zegt hoor. 20 jaar geleden, niemand controleerde je leeftijd, man. Nee. Je nou, kon gewoon, kijk, als je echt een klein kind een fles bier gaat niet gebeuren. Maar die Two Dogs ziet eruit als een energy drink, denk ik, 10-jarige leeftijd, 11-jaar geleden, even naar de supermarkt gerend om voor mijn moeder sigaretten te halen. Ja. Weet je, dat was geen enkel probleem. Ja. Nee, dat geen is waar. Enkel probleem. Niemand kent die Two Dogs shit, hè? Nee. Ja, Smirnoff Ice, jongen. Oh, mijn god. En dat mijn opa het ook voor me had gekocht. Dan hadden we een verjaardag of zo. En de van mijn opa of mijn oma. En zei, kijk eens, jongen, wat ik heb gehaald voor je. Smirnoff Ice. Bacardi Breezes. En toen zei opa, ik drink bier, ouwe. Ja, toen dronk ik dus al bier. Maar wat moet ik hier nou mee? Maar toen was ik al 16, denk ik. En toen had hij zoiets van, ja, dit is wat de jeugd drinkt. Ja, ja, ja. Passoa. Passoa-sheetje. Wat hebben we nou laatst? Oh, Pisang was dat, ja. Die hebben vorige maand nog gedronken. Echt gruwelijk. En daarna Lanne. Oh, Lanne, zeker inderdaad. Dat soort stuff. Heerlijk. Leven was beter, man. Ik ben ervan overtuigd. Nee, vet. Nee, het leven niet per se, maar wij zaten in een betere periode in ons leven. Er was nog geen social media en shit. Ja, maar er waren er andere dingen die kut waren. Weet je, er zijn in elke letterlijk decade zijn er dingen die kut zijn, dingen die het beter maken. Dus het gaat puur en alleen om hoe je het zelf, in welk stadium in je leven je bent. Ja, ik denk en niet. Als je voordat je 15 bent, denk je nog helemaal nergens over na. Ja, over die pukkel en op je gezicht en of je eventueel wel kan zoenen of niet. En that's it. Dat is en bier scoren, weet je. Maar ik zweer het je. En voor de rest is het gewoon lui lekker land. Het heeft echt veel verpest op social media. Ik denk echt dat over misschien. Laten we zeggen 20 jaar dat we terugkijken op wat voor toxic kut shit social media is geweest voor de mensheid. En het is natuurlijk al heel lang bezig met dat niet meer mensen op social zitten of op Facebook zitten en wat dan ook. Maar ik zie dat ook steeds meer gewoon mensen die zoiets hebben van fuck it, ik heb geen WhatsApp meer, ik heb geen Instagram meer. En ik denk dat ik daar ook over 1,5 jaar wel ben. Maar, maar denk je niet over 20 jaar dat we echt als mensheid denken van het is what net were zo toxic thinking? Als roken en maar van what were we thinking? Ja, maar echt dat, weet je wel? Social media, elkaar een soort van anus likken over het internet en elkaar maar heel vet vinden, terwijl het allemaal charade is. Ja. Ja. Nee, dat wordt echt inderdaad. Psychologen hebben er nu denk ik al een hele vette kluif aan. Een leuk stuk. Ja, maar over 20 jaar zit van, oh ja, weet je nog dat er social media een ding was? Wat een deal. Zo, toen gingen we bijna er aan onder. Ja. Toen gingen we bijna er aan onder. Echt. Ja. Nee, inderdaad, ja. Over dingen waar we bijna aan ten onder zijn gegaan. Ik zag het hier al in de chat voorkomen. PogChamp. Ja. Mag niet meer. Wat is PogChamp ook weer? Welke mode is dat? Ja, die hele die Asian guy. Waarom mag dat niet meer? Nou, die Asian guy. Ik weet niet hoe die heet trouwens. Laat hem die Asian guy noemen. Ja, ik zou niet weten hoe ik hem anders zou moeten noemen. Waarschijnlijk weet iemand in de chat wel een naam. Ja, ik snap dat het de PogChamp emote is. Maar ik wist niet welke erbij hoorde. Maar dat is dus die. Oh shit, die. Ja, en oh shit. Die en dat is van Twitch afgegooid. Hey, maar en ik zie hem daar nog wel. Ja, dat is er wel, maar dat zal snel genoeg eraf gegooid worden. Ik denk dat dit er eentje is met een wit lijntje eromheen die iemand heeft ingediend en die er doorheen is gegaan. Maar dat is dus verboden, omdat deze man had gezegd... die had dingen gezegd over de bestorming van het Capitool natuurlijk afgelopen woensdag. Je bedoelt de guy van de foto van de emote of meneer Gutierrez? Ik dacht dat de PogChamp guy eruit werd gehaald, de emote, toch? Omdat die guy die dus dat hoofd is van PogChamp de bestorming aan het verdedigen was. Ja. Oké, okay, dus het is een Amerikaan? Ja, denk het wel, ja. Oké. Okay. Dus check het GK-journaal. Ja, daar weten ze er meer van, inderdaad. Maar mijn punt is meer zoiets van... Waarom... Ja, kijk, niemand associeerde die emote... Wat een vette emote was, om heel eerlijk te zijn. En ook echt Twitch culture is. Niemand associeerde die emote met hem. Nee. Want niemand kende hem. Ja, een kleine groep mensen. Ja, precies. Maar kijk... Niemand kende hem. Niemand associeerde het met hem. Niemand associeerde zijn woorden over wat er is gebeurd en wat hij vindt dat er moet gebeuren. Niet niemand. Nee, maar je moet altijd oppassen hier natuurlijk. 20 in de wereld die teringhard schreeuwen omdat ze zeg maar, weet je, bij de Social Justice Warrior Army horen die iets soort van, hey maar Twitch, hebben jullie gezien dat de guy die jullie hier op uw platform als emote hebben dit heeft gezegd? Dat kan echt niet. En heeft Twitch weer van, oké, dat kan ik. Ja, maar sterker nog, wat er erger gaat gebeuren is, kijk, niemand associeerde dat daarmee. Nee. En niemand als in, ik associeer het, want in maar, er zal wel zo iemand zijn. 20 mensen in de wereld, ja.
Het ding is, niemand associeert het ermee. Maar wat we nu gaan krijgen, is dat het een soort van martelaar ding wordt, weet je wel. Dat die emote niet meer is. Maar dat juist mensen die van dat gedachtegoed zijn, die dat gaan gebruiken als een soort van een geuze ding of zo. Ja. Net zoals Pepe the Frog. Ja. Ook nu nationalistisch. Gelukkig is dat wel weer, verwaterd. Ja, maar, maar die dat is wel ook gewoon zulke bullshit. Maar dat is wel ooit net zo. Zoals dit. Nee, maar dat is wel ooit zo gekomen. En juist omdat je dat dan... Ja, maar daar ben ik dus zo'n firm belief. Weet je, ik ontken dat gewoon. Ik heb zoiets van, fuck jou, in mijn realiteit heeft dat nul met elkaar te maken. Ga erop zitten. En ik ben het helemaal met je eens. Maar het ding is dat je dan juist gaat krijgen dat het juist een logo wordt voor die mensen. Ja. En die het juist gaan aandragen, weet je wel. Terwijl dat... Als iedereen het had gebruikt, dan had niemand het ermee geassocieerd. Snap je? En dat ga je nu dus ook krijgen. Nou, en dat vind ik dus vet inderdaad. Dankjewel, die zegt dat inderdaad. De Proud Boys, wat natuurlijk echt... Nou ja... letterlijk zonder dat ook op een verkeerde manier te noemen de gayste naam ooit is. En dat ook gays zoiets hebben van oké, maar nu gaan wij dat claimen. Ja, ik moest daar zo over lachen. En dan staan daar weet je van die buff Americans met camo shit aan. En het enige wat ik kan zien is gewoon een happy fucking Canal Pride. Ik vind het hilarisch dat ze de Proud Boys heten. Dus ja, pak dat, weet je. Pak het van ze af. En net zoals dus dat ze dan Pepe Hands of PogChamp inderdaad soort van eventjes proberen af te pakken van Twitch culture en het proberen te adopteren. Fuck dat, weet je. Als je er niet in meegaat, dan verwatert het op een gegeven moment wel. Ja, dat zou ik ook hebben. Net zoals die. Je hebt er nu juist het ding van gemaakt. Twitch heeft er een ding van gemaakt. Ja, precies. Maar daarom, Twitch is gewoon bang voor die 20 hardschreeuwende Social Justice Warriors. Maar net zoals wat ik zeg, ik ben een duiker. Weet je, dit is gewoon van, het is oké. En weet je, als chefs, soort van, weet je, dat cliché van, nou, het is heel picobello, weet je. Dat is gewoon lekker. Maar als iedereen dit gewoon blijft gebruiken, dan is het ook geen fucking teken meer. Precies, weet je, fuck dat. Dat laat ik me echt niet afpakken. Sterker nog, dan moet ik dit gaan doen onder water en dan moeten we omhoog en dan sterf ik, weet je. Omdat we allemaal een soort van stikstofvergiftiging krijgen. Is dat het zo'n fucking slippery slope is als we op een gegeven moment alles gaan verbannen. Wat gaan die groepen doen? Die gaan het ook gewoon adopteren. Waardoor je uiteindelijk niks meer overhoudt. Niks meer. Dan houden ze alles naar binnen. Soort van. En dan staan er soort van kelders weet je, vol in Alabama met soort van allemaal Twitch emotes. Die wij niet mogen gebruiken of zo. Weet je? Ja, fuck man. Ze pakken ook alles af. Ja, ik hoor niks meer. Hey. Ja. Dat was ik eventjes. Oh, oké, weird. Ah ja, ach. Ja, en het lijkt alleen maar erger te gaan worden, man. Ja, nee, maar daarom. Op een gegeven moment... daarom ben ik ook blij met GameKings als eigen platform. Dan kunnen we doen wat we willen. En hebben we alvast, en dat hebben we speciaal voor jullie gedaan... kerst-emotes. We zijn er op tijd bij. Ja, we zijn er op tijd bij. GameKings is af en toe ook wel eens op tijd. Ja, ik wou net zeggen, af en toe lopen we achter de feiten aan. Maar, welke kerst-emote zal als eerste worden geraped door right-wing chappies? Door de Proud Boys? Laten we eens kijken, welke is er nou heel erg... Die voor jou is echt heel kut, Jelle. Ik denk die voor jou. Die kerstbal. Ja, maar waarom? Die is rond. Je rode neus. Ja, ik kan het niet zien op deze... Nee, het is net even te klein inderdaad, ja. Dus dat lukt niet helemaal. Ach ja. Ja, anyways. We hebben nog meer nieuwtjes over zeikerige mensen. Zeikende mensen. Ja. Oh, dus ze vinden dat wij zeiken. Dat vind ik al helemaal grappig. Waarom zeiken wij? Wie zegt dat? Omdat we dit aankaarten. Het komt erg vaak voor op GameKings dat de GameKings geklaag. Ja, nee, dat... maar omdat we ingaan ook op geklaag. En daardoor gaan we zelf ook klagen op klagers. En ik heb dat zit ook in mijn eindejaarsinterview. Ik heb er daar vaak met jij over dat ik inderdaad ook vind dat er vaak geklaagd wordt. Ja. Maar in een wereld waarin iedereen op elkaar klaagt... Ja, dat is heel moeilijk om dan niet te gaan klagen. Het is een klaagception. Ja. Ja, maar op een gegeven moment soort van, sommige mensen kunnen dat. Weet je, mensen die super enlightened zijn. Maar anderen, weet je, ik vind dat moeilijk als mensen om me heen gaan klagen. Ja. Hè? Nou, ik moet wel zeggen, ik ben zo recalcitrant dat ik dan misschien op een gegeven moment gewoon heel happy ga doen. Maar... Nee, ik bespreek gewoon wat we willen bespreken. Ook daar trek ik me weinig van aan. Ja. Ja, en kijk, jij doet natuurlijk vaak de redactie voor items. Dus dan krijg je automatisch een beetje zijn perspectief mee. Mm-hmm. We zouden het ook anders in kunnen steken. Eindelijk is PogChamp van Twitch af. Yes! Ik vond het echt een irritant emote. Good riddance. Ik vond het nice. Ja, nu is er ruimte voor nieuwe emotes. Weet je, moet meer vernieuwing op Twitch. Die shit, dat heeft lang genoeg geduurd. We hebben nieuwe emotes nodig. Die van skate bijvoorbeeld. Veel te lang geduurd. Heeft veel te lang geduurd. Nu is er eindelijk plek voor een nieuwe troon.
bezitter, opstijger. Troonbezitter. Troonbezitter. Dit is een nieuwe troonbezitter, jongens. Je hebt het hier voor het eerst gehoord. Dus dat. Kijk, lekker skate. Dat zijn de leuke. Is dat die troon die ze hebben meegenomen uit het kapitol? Ja, die stond alweer op e-mail of zo, toch? Dus nou ja, dat. Ik ben er blij mee. Maar waar zijn we nog meer blij mee? Nou, even kijken. Met Cyberpunk. Ben je nog steeds blij met Cyberpunk? Ik speel het niet meer. Omdat je het uit hebt gespeeld, je was zo blij dat je denkt van, nou, ik ben er zo blij mee, ik hoef het niet meer nog een keer te spelen. Volgende keer weer. Het ding is met Cyberpunk, ik heb het in 40 uurtjes gespeeld. Ja, dat is prachtig, dat is mooie, je kan er meer tijd in, maar dat is een mooie lengte voor een singleplayer. Echt iets te dik bovenop nu. Ik heb er 40 uurtjes over gedaan, heel veel sidequests nog niet gedaan. Maar dat is simpelweg, ik wilde gewoon het verhaal weten. Mm-hmm. Dus nou, je kent me, ik ben main scenario quest Koos. En op een gegeven moment, ik ga nog een andere playthrough doen. Ik wil even weten hoe Corpo is en hoe Nomad is. Nou, alleen begin is een beetje anders. Maar ik wil gewoon even weten hoe het is. En dan neem ik alle tijd, ga ik alles checken. En op die manier woon ik die hele fucking game uit. Want het is een gruwelijke game. Maar dat ga je nog doen? Dat ga ik nog doen. Ja, okay, maar ik wacht er gewoon rustig mee. Totdat je er echt zin weer in hebt. Want ja, wij zijn mensen die ergens die zin hebben in dingen. We weten dat die game ook gewoon beter gaat worden. Naarmate die game wordt alleen maar beter. Hoe langer je wacht. Op een gegeven moment is er wel een statue of limit. Op een gegeven moment is het klaar. En over vijf jaar, over drie jaar. Die krijgt nog een next gen patch. Ja, je hebt gelijk. Die game wordt alleen maar beter. Ook The Witcher 3 wordt alleen maar beter. Ja. Want ik ga The Witcher 3 weer spelen dit jaar. Dus ja, jij gaat Blood and Wine spelen. Dat is echt een geweldige fucking DLC. Misschien wel een van de geweldigste DLC's naast bijvoorbeeld die van GTA 4. Wat ook echt geweldige fucking DLC had. Even kijken, ik zie hier ook een tekstje bij staan. Volgens de gegevens van GitHub. GitHub, hè? Niet GitHub. Ja. Maar het kan ook hoor. GitHub ken ik niet. Nee. Maar piekte Cyberpunk op meer dan 1 miljoen actieve spelers in de eerste paar dagen na release. Nu zijn er nog maar 225.000 spelers overgebleven. Maar de game had toch 13 miljoen verkocht? Ik heb dat niet gevolgd. Ik was vorige maand was ik in een soort van trance van werk en anxiety. Dus ik heb het niet echt gevolgd. Dat vind ik een beetje raar. De vorige game van CD Projekt Red, The Witcher 3, deed 3 maanden over een vergelijkbare daling. Om heel eerlijk te zijn, de game is ook minder. Ja, de game is ook minder gewoon uitgebreid wat dat betreft. Ja. En ik denk ook. Door het genre wat Cyberpunk is, dat het een ander publiek al heeft aangetrokken. Dat, je kan er gewoon doorheen knallen. Ja, ik wou net zeggen, wat hartstikke deze leuk game is. Überhaupt anders ik niet echt van gespeeld. Knallen. Gelijktijdige spelers, zegt Daan. Oké, ja. Ja, vind ik dan een beetje een moeilijke indicatie om te zeggen. Ja, dat mag ik dan ook nog eventjes een lans dragen voor het hele positieve feit? Lans dragen? Lans breken voor het hele positieve. Vaandel dragen, lans breken. Voor het hele positieve feit dat dit een game is die heel erg op verhaal draait. Dus uiteindelijk helemaal niet zo streambaar is. Hoe bedoel je? Nou, vaak dat je skate of heel veel mensen zeggen van ja, ik vind het ook heel vervelend om. Kut, heb ik toch iets negatiefs gezegd. Om singleplayer games te streamen. Want daar wil je in zitten. Ja. Dus uiteindelijk, deze game is natuurlijk zo gehyped dat de hype train die Twitch is, vol daarop duikt. Ja. En na 3-4 keer streamen, dat zou ik zeggen van nou, de rest ga ik lekker off-stream spelen. Snap dus ik. Dan is het ook niet heel gek dat er maar 225.000 mensen dat alsnog spelen. Want ja, die zijn wat later of die stretchen hem wel, zoals jij, gewoon helemaal dinges. Maar uiteindelijk is dit een game die minder vaak online, het genre dat minder vaak op stream wordt gespeeld dan bijvoorbeeld een multiplayer game die ook potje hetzelfde is. Ja, nou, heel eerlijk, ik zou eigenlijk liever ook die game gewoon in mijn eentje hebben gespeeld. Gewoon simpelweg als je streamt, dan raak je toch afgeleid door de chat en subs en alerts, noem het allemaal maar op. Zo, dat is een flinke. Flinke dot! Hey. Jezus Christus. Eat die photo. Maar voor de luisteraars, Jelle, die zit weer zijn koffiebeker te vingeren. Is dat oorsmeer, zegt Minship. Die zit weer zijn koffiebeker te vingeren en die had een flinke plakkaat melk eraan zitten. Ja, melk met koffie, hè? Ja.
En het ding is, die game wilde ik eigenlijk ook voor mezelf houden, omdat je snel afgeleid wordt. Maar ja, ik merkte dat mensen toch wel tof vonden om te kijken. Ik vond het ook leuk redelijk veel kijkers. Dus ik had op een gegeven moment van, let's do it. Hey, je hebt een miljoen aangetikt. Dus, ja, ook. Over positieve dingen. Gisteravond. Gefeliciteerd dat je mag stoppen. Ja, dankjewel. Wanneer ga je stoppen? Ja, morgen? Vandaag? Later? Doei! Het ding is, ja, deze stream, dit was op... Nee, ja. Het ding is, ik moet nog even een Sekiro stream gaan plannen. Weet je wat dit is? Nou, energy? Coca-Cola, positiviteit, zero. Jezus. Zero, niet eens zero. Zero negative. Jullie hebben een zaadje geplant bij Jelle. Ik krijg dit niet meer eruit in deze fucking einde van de week live. Dit is de schuld van Ganesh Fai. Ik zeg het maar. Dat klopt, ja. Die wel vaker maar jij laat je met kennen. Mij clashed. Jij laat je nu hoezo? Kennen. Ik laat me juist niet kennen. Ik laat me van een andere kant. Ja, ik laat me inderdaad kennen. Ja. Ik laat me een andere kant kennen. Ik laat de kijkers mij een andere kant kennen. Namelijk een lachende, positieve Jelle. Ja, dat willen we niet. We willen je doodongelukkig. Nou, vandaag niet. Maar er komt nog een stream straks. En het wordt nog positiever. Dus wak maar. Oh ja, ik moet de Sekiro stream nog plannen. En dan wordt het 12 uur streamen. En dat was zeg maar, als ik de 1 miljoen zou behalen, dan zou ik even Sekiro gaan spelen wat dat betreft. Oh, wat dat betreft. En dan, waarom zei je dat woord? Weet ik eigenlijk niet. Maakt het niet uit? Nodig. Nee. Ik stip dat gewoon aan. Ik probeer hier... Zit je nou negatief te doen? Nee, het is niet negatief. Ik probeer jouw taalgebruik positief te stimuleren. Nee, en die ga ik nog even doen. Sekiro dan 12 uur stream. En dan dat is het challas. Nou, ik stop niet helemaal met streamen natuurlijk. Maar gewoon de vaste dagen. Dat doe ik niet meer. Gewoon, als ik zin heb, dan zet ik hem aan. En zo niet, dan niet. Een hele mooie, nobele, positieve instelling lijkt. Nou, maar, ja, nou, maar je voelt streamen je verplicht. Wanneer je zin in hebt. Nee, maar je voelt je verplicht op een gegeven moment. Dat is waarom ik niet stream. Ja, precies. Juist een van de redenen waarom ik dat niet doe. Vanuit positiviteit. Dat ik denk van ik wil me nergens toe verplicht voelen. En werkt L1 alweer dan? Ik speel nu op een PlayStation 5. Dus ja. Die doet het. Ik hoop het wel. Nou, van deze is hij ook kapot. Ik hoop het wel. Nee, nou, ik heb al een beetje zitten oefenen natuurlijk. Hè. Ik heb de Jedi Fallen Order heb ik de laatste week zitten spelen op de allerhoogste moeilijkheidsgraad. Grandmaster difficulty. Ging best aardig. Ik heb Demon's Souls gespeeld. Dus Sekiro. Ja, dat kan nu ook wel. Je hebt het nu geleerd. Van wie komt die verplichting, zegt ik denk Sven de Man. Het is gewoon een gevoel. Gebeurt gewoon. Ja, het is gewoon een gevoel. Gebeurt gewoon. Net zoals, weet je, jij verwacht nu om 1 uur een einde van de week live. Dat is er nooit. Maar, maar om 1:15 is de kans groot dat we er zijn. Maar je verwacht het wel om 1 uur. En wij voelen ook een soort van druk van, oh shit, we moeten wel voor 1 uur klaar zijn, weet je. Ja. Ja, nee, oké, dat klopt. Maar behalve dus dat, ja, oké, dat is ergens natuurlijk ook gewoon, dat is het ding. Dus het is ergens gewoon werk. En ik vind het heel grappig dat mensen dan op Twitch, als je het op die manier op Twitter wel, gaan zetten. Ja. Sorry jongens, ik heb net te veel last van mijn buik om de stream vandaag aan te zetten. Ik zie jullie morgen weer. Heb ik zin van. Nou, maar ik snap het dus wel, omdat mensen echt zitten te wachten. Ja. Nee, ja, ik heb ook wel eens, kijk, op het begin deed ik dat niet, bijvoorbeeld. Ik zeg het altijd even in mijn Discord, maar op het begin deed ik dat ook niet. En dan krijg je op een gegeven moment, hey man, hoe laat ben je vanavond online dan? Ja. Want mensen zitten gewoon te wachten. Over ongeveer een uur of 21 weer. En mensen hebben gesubt op je, dus weet je... Ja, nee, dat bedoel ik. Dat bedoel ik dus inderdaad gewoon pressure en... Er zit wel een soort van pressure bij. En ja, werk. Inderdaad. En mensen, weet je, Ultra zegt van wanneer start je Twitch? Ja, niet. Dus dat ga ik echt nooit doen. En ook niet omdat ik heb ergens een... moet ik dit zeggen? Nee, dat ga ik niet zeggen op Twitch. Laat maar. Huh? Ja, ik ben niet zo gecharmeerd van... Ja, ik kan het niet zeggen. Dat is gewoon niet aardig. Nee, het is niet positief. Ik probeer te kijken hoe kan ik dit positief spinnen. Zet de mic eens uit. Nee, maar ik zit even te denken. Als jij nou even het nieuwtje gaat doen, ga ik denken hoe ik dit positief kan brengen. Hmm. Ik probeer ook een beetje te gokken. Ik ben trots op wat ik geleerd heb in mijn geschiedenis bij GameKings en mijn studie en dat soort dingen. Ja. En die ervaring die ik daar heb opgedaan, is niet nodig op een platform als Twitch. Ja. Dus daarom kies ik ervoor om mijn geleerde dingen... Ja. te uiten op andere platformen. Zoals bij GameKings, zoals in alle freelance opdrachten die ik doe. Ja, nou, oké. Vaag verhaal. Ja, ik kan het niet anders dan gewoon negatief zeggen. En oké, zullen we doorgaan naar het volgende nieuwtje dan? Ja, ik probeer. Ja. Ik begrijp er nog steeds vrij weinig van. Nee, snappen andere mensen wel wat ik bedoel? Nou, kijk, netwerkkabel. Nee, dat is niet wat ik zeg. Maar snap je waarom ik dan YouTube wel leuk vind?
Het is, nee, het is meer op mijn eigen terms. Meer op mijn, kijk, nou, ik kan het bijvoorbeeld morgen om 8 uur live zetten. Maar ik hoef het niet morgen om 8 uur te doen. Nee. Nou ja, dat. Nou, ik... Ja, godverdomme. Oké, eventjes een mini-pauze van mijn positiviteit. Want ik weet niet zo goed hoe ik dat anders... Ik heb dat ook bijvoorbeeld met in skates eindejaars. En toen vond ik het nog wel aardig positief uit mijn mond komen. Maar ik vind het geen... ik vind het niet iets waarvoor je... Waar je goed... Ik... Jezus. Ik heb een zwak voor dingen waar je talent voor moet hebben. Ja. Waar je goed in moet zijn. Weet je, jij bent een afgestudeerd marketeer. En wat je nou ook van school vindt. Je hebt ergens je bewezen dat je goed vindt. Ik vind niet dat dat een kwaliteit is die nodig is voor Twitch. Ben ik niet mee eens. Nee, dat mag. Nee, maar, maar bijvoorbeeld presenteren, dat lijkt alsof iedereen dat nu dus kan. Maar dat is dus niet zo. Nee, dat is helemaal niet zo. Maar luister, dat lijkt misschien zo. Nee, maar iedereen doet elkaar na. Nee, maar het lijkt zo, omdat het gros... Precies. Het gros ja, dat bedoel gewoon ik. Nee, maar dat bedoel ik. Maar je hebt geen gros van middelmatige Formule 1 drivers. Maar het gros, daarom, dat bedoel ik. Laat me heel even uitleggen. Slecht. Ja, zeker. Want je hoeft er niks voor te kunnen. Dat betekent niet dat mensen die niet bij dat gros horen iets heel goed doen. Dat klopt. Maar over het algemeen heb je geen talent nodig om iets op Twitch te doen. Ja, ben ik niet mee eens. Laat maar. Vind ik. Kijk, het gros is gewoon middelmatig tot slecht. En laat ik je heel even duidelijk uitleggen. Daar schaar ik mezelf ook onder. Weet je? Ik doe gewoon gezellig. Ik speel een spelletje. Maar wat ik doe is niet bijzonder. Weet je wat? Wat ik doe kan fucking iedereen. Als Q-shots morgen dat zou willen dat bedoel beginnen. Ik niet denigrerend, maar nee, inderdaad. Nee. Nou, er is één ding. Dat is persoonlijkheid. En jouw persoonlijkheid is leuker dan het gros van de YouTube of van de Twitcher. Ik denk maar dat ook nog wel meevalt. Persoonlijk ook, hoe je dat vindt. Want ik vind jou cool, dus vind ik het ook cool om naar je te kijken. Maar dat is waarom mensen kijken, omdat we elkaar kennen. Nee, maar zelfs iemand Q-shot, zegt, ik kan letterlijk elke andere naam zeggen. Nee, maar Romero die zegt, Most Tavern is super. Dus Uber. Dus je hebt wel namelijk al, je hebt je zeker al een beetje je kop boven het maaiveld door bijvoorbeeld een digitale kroeg te starten. Volgens mij was het mijn idee, weet ik niet zeker. Maar nee, dat is niet waar. Nee, precies. Nee, de GameKings kroeg was dat. Maar met je poten van mijn dingen af. Ja, nee, ik denk dat het toch alsnog ergens een zaadje bij hebt geland. Maar dus je hebt jezelf al gedistanceerd van het gros van de Twitchers. Je weet dat ik het anders een jaar ervoor ook al had gedaan, hè? Oh, nee, maar dat echt een enkele keer of zo. Alright, nou ja. Maar toen had ik nog een hele andere kroeg. Een hele lelijke kroeg trouwens. Daar deed ik voor iedereen die gesub was, deed ik iets in de kroeg photoshoppen. Ja. Oh ja, dan krijg je natuurlijk een kakofonie van. Nee, maar daar kom ik op een gegeven moment niet meer bij. Je doet al iets nieuws, wat heel veel andere mensen dat niet doen. Oké, maar laat me uitleggen. Kijk, ik zie TJ bijvoorbeeld ook zeggen... Ja, maar Koos, jij weet hoe je moet praten voor de camera. TJ, ik wist dat 3 jaar geleden echt totaal niet. Precies. En weet je, iedereen begint gewoon ergens. En het allerbelangrijkste is dat je gewoon begint. En dat is slecht. Je moet niet gaan wachten totdat je goed bent, want je kan niet goed beginnen. Dat is echt maar voor heel weinig mensen. Heel weinig mensen, ja, klopt. Weggelegd hoor, wat dat betreft. Maar als ik bijvoorbeeld kijk naar Dr. Disrespect, dat is echt heel goed. Die doet echt iets bijzonders. Maar, ik zeg ook niet dat niemand op Twitch talent of goed is, maar ik zeg dat je hoeft er niet talent voor te hebben om goed bekeken te worden of wat dan ook. Je kan letterlijk... Maar ligt eraan, wat vind jij goed bekeken dan? Nou, het gaat niet eens om goed bekeken, maar ik denk dat er ja, ik zit even ook wederom. Ik probeer het natuurlijk niet te denigrerend te doen. Maar in principe is het soort van, oké, niks lukt. Op je werk faal je of je school lukt niet en wat dan ook. En op een gegeven moment, weet je, dat en ik zie het ook te vaak gebeuren. Soort van, weet je, dat mensen dan soort van in de gamesindustrie werken en denken van, nou, dit lukt niet. Ik ga maar streamen. En dat kan ik niet hebben. Dat vind ik zo makkelijk. Maar die komen toch ook niet boven de rest uit? Nee, ja, misschien niet. Maar ergens hebben ze alsnog gewoon een platform met kijkers en dit en dat. Heb ik gezien, prima, maar toch? Het is ook prima. Maar dat is waarom ik niet stream. Omdat het voelt als een easy way of zo. Een soort van, ik kan niks, dus ik ga dat maar doen. Nee, want dan kan ik namelijk gamen en een camera op me zetten en praten. En misschien wel niet eens veel praten. En dan zijn er alsnog mensen. Maar de uitdaging is om iets bijzonders te doen. Maar niet iedereen vindt dat. Of zoekt die uitdaging. Nee, ja, ik ook niet. Nou, maar daarom zeg ik van, wat ik doe, dat kan iedereen. Nee, maar Most Ever niet. Nee, oké, misschien dan alleen Most Ever. Maar... Ja. Of heel hardcore Simrick racen of wat dan ook. Ja, maar echt, dat kunnen miljoenen mensen. Ja. Nou ja, fair. Dat bedoel ik. Dat is ook zo. Ja. Dus dat is waarom ik niet Twitch.
Deze laptop die... Ja, hij stoog net eventjes op. Maar ik heb geen idee waarom. Nou, hij is heel excited door mijn epistel of door een nieuwtje wat er nu aankomt dat heel positief is. Want ja, sorry voor deze negatieve. Dit is geen positief maar mensen snappen nieuwtje. Me gelukkig. Daar ben ik wel blij mee. Dat had ik niet verwacht. Deze mensen die hier dat doen. Even kijken. Voorbeeld Jelle. Crypto nat. Een chick met tieten die dans. Ja, ja, weet je. Ja, maar al die vrouwen die dat doen op Twitch. Weet je, zolang Twitch het toelaat. Weet je, good for them. Weet je, zij kunnen zo makkelijk geld verdienen. Je zou dom zijn om het niet te doen. Nee, maar dat zeg ik ook. Ik zeg ook niet dat het ergens gewoon, hè, dat het rendabel mag zijn. Of dat het, maar er zijn ook bijvoorbeeld de allereerste chick die met heel weinig aan is gaan dansen op Twitch. Huge high five voor dat. Ja. Dat is iets anders. De volgende 500.000 die dat daarna zijn gaan doen, ga op een Amsterdammertje zitten. Dat is trouwens wel nieuw. Dat heb ik ook nog niet gezien op Twitch. Dus doe dat dan. Weet je, ja. Oh, dit is een hele vieze. Nee, ik proef het al. Deze is heel vies. Weet je, dan doe je iets nieuws. Ga iets nieuws doen. En dat is gewoon op Twitch. Kijk, ondanks dat het een heel nieuw platform is en dat er op... Ik zie bijvoorbeeld en hoe oldschool en kut en wat dan ook het is. Op tv gebeurt elk jaar iets nieuws. Er zijn altijd trends, en dat gebeurt ook wel op Twitch. Maar Twitch is heel nieuw en tv is oud. Maar op tv gebeurt iets met heel veel aandacht en mensen die eroverheen zeiken. Wat Daan zegt. Wat je eigenlijk zegt is, er zijn te veel potentieloze maloten die streamen. Ja. En daar kijken mensen naar. En daar stoor je een beetje aan. Nee, ik stoor me niet aan dat het gebeurt. Nee, maar je stoort aan waarom ik me niet ook meedoe. Stel, dit is een platform waarvoor je heel goed zou moeten zijn in iets. Dan zou ik eraan mee willen doen. Kijk, een goed geproduceerde Jelle Talkshow stream zou ik kijken. Maar dat zou ik vet vinden. Kijk, dingen... Je kan echt hele vette creatieve shit doen. Maar dan moet je wel echt above and beyond gaan. Ja, dat bedoel ik. Nee, maar dus above and beyond zijn. Iemand die dat nu aan het doen is, volgens mij... Ik kijk geen Twitch stream, jongens, sorry. Volgens mij is Egbert dat bijvoorbeeld nu aan het doen. Ja, maar dat is ook een hele goede streamer. Hij doet iets wat niet anders... En misschien doet hij het, al heeft hij het misschien van iemand... Dan doet hij het op zo'n goede manier. Maar alleen als een studio. Weet je? Je kan het vanuit je slaapkamer doen. Ja. Maar hij heeft een hele fucking studio nu. Hij heeft een kamer. Ja, je kan ook vanuit je slaapkamer kan je op een hele vette manier doen. Maar je kan ook gewoon een soort van een fucking webcam aanzetten... En gaan zitten gamen, beginnen met gamen... En een beetje praten met de dingen. Ja, dat vind ik weak. Ja, kan. Ja. En daarom twitch ik niet. Dat is het hele verhaal. Voor mij is het heel gek gegaan. Maar weet je wat? Ja, probeer. Ik heb echt heel veel fucking gamevrienden gemaakt. Door Twitch vind ik fucking sick. Ja, je hebt een community opbouw. Ik zeg ook niet dat dat een slecht ding is en dat er niet coole dingen zitten aan Twitch. Dat is helemaal niet wat ik zeg. Nee, maar ik bedoel, maar door gewoon regular ass te streamen. Ja. Maar dat is een mooie verwoording. Regular ass streamen. En 95% van elke Twitcher doet regular ass streamen. Ja. En dat is precies waarom ik niet wil streamen. Omdat ik dat niet wil. Ik wil me daar niet in mengen. Wat ik hier ook zeg. Het ligt er ook wel een beetje voor jezelf aan wat je eruit wilt halen. Nou, de meeste mensen willen heel graag... Makkelijk geld verdienen. En ook beroemd worden. Dat, ja. Beroemd worden. Ja, maar het is dus ergens makkelijk, want je hoeft er niet 14 jaar voor te leren of wat dan ook. Maar je zet gewoon morgen een fucking, ongeacht je beroep, je zet morgen een ding aan. En als je ergens 4 woorden per minuut zegt, heb je al kijkers. Ik snap alleen niet, wat heel eerlijk, ik ken mensen en ik snap ook een beetje hoe dat spookt in hun hoofd, omdat ik het zelf ook doe. Mensen, heel veel mensen, die willen gewoon op Twitch... Omdat ze hopen beroemd te worden. Ja, maar nou, dat ook. Ja. Maar durven dat niet uit te spreken. En gaan heel, heel vreemd en gaan zich raar manoeuvreren om dat niet te hoeven zeggen. Ja, dat ook. Precies je dat. Je mag toch best zeggen van... En dat is het eerlijker bijvoorbeeld op Instagram. Maar op Instagram, ik heb precies hetzelfde namelijk met influencers. Die hebben ergens een keer een iets gevonden waardoor ze bekeken worden. En dachten van, hé, maar dit werkt en dit ga ik nu doen. Terwijl ze dat... Je hoeft daar niet voor... Ja, oké, je moet ergens misschien soort van ergens goed kunnen fotograferen... maar dat leer je wel. Dus ook influencen, dat vind ik ook zo leeg iets. En daarom doe ik daar ook niet in mee. Omdat ik denk van ja, ik kan wel iets. Ik zou heel veel weet je, van de dingen die ik schiet of fotografeer... op internet kunnen zetten of op Instagram kunnen zetten. Maar, en ik zeg helemaal niet dat ik een goede fotograaf of wat dan ook ben... maar ik denk van nou, dit is pretty cool to show. Maar ik wil me niet scharen onder het...
het fenomeen influencer. En daarom doe ik ook bijna niks op Instagram. Af en toe dan, weet je, laat ik zien dat ik iets lekkers gekookt heb in een story en that's it. Omdat ik me ook gewoon dus op die manier daar niet onder wil begeven. Onder de mensen die zo'n trucje doen op Instagram van alleen maar mooie bergen met een soort van, weet je, dingen ervoor of bepaald kleur gebruiken of wat dan ook. Het is gewoon een trucje. En dat trucje, dat kan je afkijken van iemand en dat doet iedereen dus ook op bijvoorbeeld Instagram en dus ook op Twitch. Dus dan vind ik het gelijk al niet meer interessant. Ja, nou, ik snap je wel een beetje. Maar ik zie ook mensen van, nee, ja, mensen willen het alleen voor geld doen. Eerlijk, ik denk dat meer mensen heel erg graag beroemd willen zijn in plaats van geld verdienen. Want geld verdienen ze ook vaak al gewoon bij een baan. En dat is voor de meeste mensen gewoon goed genoeg. Ja. Ik denk dat meer mensen gewoon beroemd willen worden. Maar mijn vraag was eigenlijk meer van, daar gaat heel awkward omheen gedraaid worden, ja, om het maar niet uit. Waarom is dat zo'n taboe? Ja, geen idee. Als je dat wil, dan kan je dat toch zeggen? Ik wil gewoon dat heel veel mensen me bekijken. Ja, precies. Ja, ja. Maar bedoel, ja, tuurlijk. Ja. Weet je, spreek je ambitie uit. En doe het. Ga het doen. Weet je, maak een plan. Stick to it. Maar ja, ik snap niet waarom dat zo'n, ja, zo'n toxic woord is het ook niet. Maar waarom dat zo moeilijk? Iedereen schiet altijd in de kramp als je het daarover hebt. Waarom? Nou ja, ze proberen daar inderdaad heel erg omheen te manoeuvreren. Ja, omdat dat ook, ja, ik denk dus omdat dat niet likable is. En Ranes zegt hier trouwens van, mensen kijken niet naar GameKings om onze, jouw marketingachtergrond of mijn mediaachtergrond. Nee, dat zeg ik ook niet. Dat is heel wat anders. Dat is wel een ding wat ik. Maar door die dingen zijn we namelijk wel zo goed als. En sorry dat ik dan arrogant klink, maar ik stream namelijk wel heel graag bij GameKings. Omdat ik wat vind wat wij doen wel heel erg boven het maaiveld uit ook is. Ja, maar ik vind het vet. Ik vind het vet wat wij doen. Ik vind het goed. Maar hier zijn er ook weinig van in Nederland. Ik bedoel, er zijn 2-3 van streams dat ongeveer zoiets wil doen. Dat zijn er volgens mij niet zo heel erg veel. Ik weet niet hoeveel kanalen er überhaupt zijn die zowel, weet je, gamen als talkshows doen, als verschillende soorten talkshows doen, als weet je, de live verslag, IRL'en, wat dan. Ik denk dat is heel weinig. Maar wat Q zei, van, het is waarom het zo krampachtig onderwerp is om dat uit te spreken, van dat je gewoon heel graag succesvol en groot en beroemd en veel bekeken wil worden. Hij zegt, als je in Nederland dat uitspreekt, ben je meteen arrogant. Ja, als je arrogant niet. Nee, maar als je kop boven het maaiveld uitsteekt, dan dan word je alweer een beetje raar aangekeken. Ja, maar het is niet en charmant om te zeggen, ik wil beroemd worden op een platform waar je dan beroemd op wil worden. Dat is weird. Ik hou daarvan. Ik hou van mensen van eerlijkheid en mensen die hun ambitie durven uit te spreken. Ja, wat is beroemd zijn voor een ambitie? Dat is soort van, wat is dan de goal daarvan? Dat veel mensen jou zien. Dat je doet wat je leuk vindt. Ja, maar dat is heel wat anders. Ja, maar wel daar succesvol mee zijn. Ja, nee, maar dat is ook cool. En daarom, wat ik zeg, er zijn ook genoeg uitzonderingen te noemen van mensen die heel goed zijn in Twitch of in influencen en dat het wel oké is, maar het algemeen, het gros is gewoon naaperig en kut. En Warme, ik vind het een beetje een makkelijke vraag van, waarom zou je aantrekken wat andere mensen van je denken? Ja, dat is 100% waar. Maar wat nog veel meer waar is, dat 99% dat daar heel erg veel waarde aan hecht. Nou ja, het voelt natuurlijk ook ergens goed om aanzien of om gewoon een veer in je reet gestoken te krijgen. En niet letterlijk, maar figuurlijk. Ja, nou, misschien ook figuurlijk. Letterlijk. Kan een kink zijn. Of ook letterlijk. Ja, misschien kan een kink zijn. Ja, precies. Ja, dat is ook zo inderdaad, ja. Omdat we groepsdieren zijn. Ja, dat is zeker waar. Ja, inderdaad, ja. Ja. Nee, ik vind het leuk. En dingen zoals YouTube, Twitch en ook Instagram hoort daar ook gewoon bij. Het geeft mensen de tools om super makkelijk in je eentje iets heel vets op te zetten. Dat is heel cool daaraan. Ja, ja. De meeste doen het niet, hoor. Maar, nee, de uitwerking daarvan is inderdaad jammerlijk. Maar ik vind het leuk om mensen te zien stoeien daarmee. Ja. En weet je, sommige mensen hebben soms jarenlang een super matige stream en opeens valt de puzzelstukje. Maar dat bedoel ik. Er gebeurt iets. Ja, en dan hebben ze het. Ervaring is dat bijvoorbeeld. En daarom zeg ik, leren, weet je, dat doet veel. Ervaring in iets opbouwen. Je kan zeker goed worden in iets waar je nooit goed in bent geweest. Want ik zie heel veel mensen dingen proberen. En maar proberen is al cool, hè? Naapen is niet cool. Nee, proberen is maar cool. Wat ik jammer vind, ik zie heel veel mensen dingen proberen, nieuwe concepten opzetten en dergelijke, dat soort dingen. Het niet volhouden. En dat, ja, gewoon na 3 keer, het is niet succesvol. Nee.
Ik ga maar weer gewoon mijn camera aanzetten. Ik heb niet een miljoen kijkers gelijk. Ik ga iets anders doen. Nee, maar dat is niet hoe het werkt. Stick fucking to it. Sven zegt, er zijn weinig geboren entertainers. Ja, maar dat is dus wel het ding. Het is wel een entertainment platform. Dus dat is het rare. Weet je, je wil eigenlijk dat de mensen die je op een entertainment platform zien, geboren entertainers zijn. En ik vind GameKings daar een heel mooi voorbeeld van. Wij zijn het ook niet. Maar dus er moet altijd een bottom region zijn. Ja, laat ons dan de bottom region zijn. En niet ineens de fucking top region. Zonder. Wij zijn wel een beetje de bottom region. Ja. Nou, als je het kijkt naar old school media. Weet je, de manier waarop wij media hebben gemaakt. Als je dat vergelijkt met Hilversum. En nogmaals, weet je, de insteek van iets. Maar gewoon de manier waarop. Gewoon een soort van op een ghetto-ass manier tv-programma's maken. Ja, dat zou ik bottom region noemen. Wij hebben geen training gehad. Dat heeft ook een gedeelte van, weet je. Geen budget. Geen budget, weet je. Dat heeft ook ergens iets charmants. Omdat het daardoor dus heel echt is. Maar ik zag ons altijd als de bottom region van mediamakerij. En niet negatief bedoeld, maar gewoon, weet je, de guerrilla-stijl. En niet de gameontwikkelaar, maar gewoon, weet je, zoals de vark. Weet je, een soort van zelf opgeleide gasten in het bos. Zo zag ik GameKings. En nu is GameKings niet meer dat, maar nu is de top region in media maken rondom games. En dat is waarom ik daar misschien ook arrogant, dat is mijn visie erop, klinkt misschien arrogant. En dat is waarom ik ook de bottom region niet interessant vind hierin. Ja, nee, ja, ik snap je volledig. En wat Koesmaar zegt, het allerbelangrijkste is dat je gewoon lol hebt. Doe het, weet je wel. Zeker. Fucking doe het. Je streamt best veel, stopt er veel tijd in. Zou je in Nederland er echt van kunnen leven? Door middel van sponsorships? Ja, zeker. Er zijn genoeg mensen die dat inmiddels doen. Ja. Skate leeft er letterlijk van. Ja. Hij kan niet leven van zijn GameKings loontje. Laten we het daarvan houden. Nee, er zijn heel veel streamers. Of er zijn meerdere streamers. Ik zou zeggen dat het een twee dozijn zijn die dat misschien fulltime. Het zijn er niet veel. Nee, dus die markt is dus ook al vrij vol. Je moet wel van de goede huizen komen qua inhoud en qua lullen met sponsoren. Om hier nog tussen jezelf ertussen te wringen. Ja, nee, dat is 100% belangrijk. Maar mensen worden daar wel een beetje door verblind, weet je. Weet je hoeveel mensen best wel veel kijkers hebben die bij lange na niet een minimum loon maandsalaris binnenhalen? Ja, nee, maar en dat is dus ook een van de redenen waarom zou ik een soort van hardcore commitment aan iets gaan doen waar ik soort van letterlijk 300 piek per maand mee verdien. Fuck off. Ja, maar dude, ik nooit. Nog niet eens een kwart van de minimumloon, denk nee, ik. Weet nee, je? Natuurlijk niet. Nog nee. niet eens een kwart van de minimumloon. En je doet het 3 avonden in de week. Ja, maar wacht. Nog niet eens een kwart van de minimumloon haal ik aan streaming binnen. Maar ik ben al een van de grotere in Nederland. Ja, precies. Dus mensen moeten wel beseffen dat als je dat wil doen, ga het vooral doen. Je gaat het niet redden met mediocre. Nee. Je moet echt above and beyond gaan. Niet geld verdienen, nee. Maar voor mensen is die stap... Kijk, het doen is al een enge stap voor veel mensen. Maar je er echt je beroep van willen maken... Dat is het echt uitspreken, vind ik. Spreek het uit. Maar je moet ook echt alles geven. Ja. En sommige mensen denken, ja, maar ik doe toch mijn best? Nee. Je weet niet wat je best doen is. Nou, en je dat doet is je best in je eentje. Je doet niet je best voor een baas die kan zeggen van, je doet inderdaad je best, dus ik hou je nog een half jaar aan of wat dan ook. Nu ben je in je eentje, dus dat is heel wat anders. En je zegt het net al, mijn beroep ervan maken. Ja, ik vind dus niet dat Twitch een beroep is. En dat is gewoon, het zijn bijverdiensten die je misschien eventueel fulltime kan gaan doen. Maar ik vind het geen beroep. En dat is gewoon het ding. Want je bent niet, weet je, je zou ergens kunnen zeggen dat je presentator bent. Maar dat is niet zo, want de trade van presentator is veel ingewikkelder dan Twitch. Maar kijk wat Sven zegt. Ik denk dat Serpent gameplay wel genoeg. Ja, maar precies, dat is één van de. Ja, maar dat is mooi dat mensen dan altijd met voorbeelden aankomen van dat het wel kan. Ja, het klopt. Ja, maar wat ik zeg, het zijn misschien twee dozijn. Misschien één van de 25 mensen die. Streamer er, denk ik, in Nederland. Ik weet niet hoeveel fucking. Tienduizenden. Denk het wel. Nou, ik denk dat En er zijn er inderdaad 10, of wat ik zeg, 25, denk ik, die er van kunnen leven fulltime. En ik denk dat die er ook niet alleen maar van Twitch zelf, maar dus met sponsoren, want die komen er dan een beetje bij kijken. En met wat snabbels hier en daar. En met het, weet je, dat je, want namelijk als je in Twitch goed gaat, dan ga je waarschijnlijk ook op Instagram wel aardig. En dan kan je weer, weet je, jezelf in een strakke legging hijsen en iets voor een fitnessmerk doen, weet je, dat soort shit. Ja. Het kan altijd. En ik zag ook iemand zeggen van, ja, maar met Twitch bouw je ook geen pensioen op. Bij GameKings ook niet. Dus, nee. Maar ja, maar veel beroepen wel. Dus nee. Maar dat is het ding. Ik vind Twitch geen beroep. Ik hoor dat het tegenwoordig steeds minder is. Ja? Ja, ja. Okay. Kijk, wij hebben het niet. Maar ik ken ook al 2 mensen die ook gewoon ergens anders werken. En ook geen pensioen opbouwen. Dus we moeten het gewoon doen wat dat betreft. Ja. Zullen we weer verder naar nieuwtjes? Ja. Want volgens mij
hebben we alles wel besproken wat er te bespreken valt wat dat betreft. Maar ik verwacht er meer weerstand hierin. Ja, dat geeft er niet. Ik heb een wit scherm, Jelle. Zo. Ja. Ik weet niet waarom. Nou, daar is hij weer. Oh, hier. Hij laat geen internet en je stond op F11. Dus dat is gewoon het ding. Maar als je gewoon nu naar dat nieuwtje gaat. We hebben het nieuwtje er niet bij nodig om het erover te hebben. Nee, dat toch? Wat is het nieuwtje? Je moet wel plassen zometeen. Sorry. Dat mag. Als jij nu plast. Nu? Dan ga jij het nieuwtje doen. Ja, en dan probeer ik het nieuwtje te horen terwijl ik aan het plassen ben. Ja, dan ga ik gewoon alvast het nieuwtje introduceren. En dan, kijk, dan neem ik dan gewoon. Nou, doe maar een blast biertje. Blast biertje? Wat is het, maat? Het is 2:30. Oh. Dus. maar, wat ik wilde zeggen, dan rek ik dit zo lang mogelijk uit. Laten we het over Jelle hebben, jongens. Laten we het over Jelle hebben. Wat een lul is het ook af en toe. Gadverdamme. Nee, we hebben hier een nieuwtje over een. Over iets wat zeker, denk ik, 20 jaar geleden al is gebeurd. 21 jaar geleden. En dat was het moment dat Xbox het toneel betrad hier in de consolemarkt. En ze grote plannen hadden om partijen op te kopen. Je hebt er ongetwijfeld al van gehoord. Ze hebben Midway Games geprobeerd te kopen. Squaresoft hebben ze geprobeerd te kopen. Ze hebben natuurlijk Rare gekocht in die tijd, wat destijds echt een insane fucking aankoop was. Echt een recordbedrag ook wat dat betreft. En ze hebben geprobeerd Nintendo te kopen. En dat is sowieso echt een heel mooi verhaal. Want ze probeerden dus Nintendo te kopen. Ze zijn daar met een delegatie. Ik weet niet of Bill Gates daar zelf ook bij was. Ik weet dat hij op het begin wel heel erg nauw betrokken is geweest bij de setup van Xbox. Natuurlijk de originele Xbox. Daar heel kritisch ook over was. Maar zij kwamen met een delegatie naar Nintendo. En zij kwamen daar dus om Nintendo te kopen. En Nintendo heeft ze toen echt zo keihard uitgelachen. En niet alleen uitgelachen, echt verzocht om ook gewoon meteen te vertrekken. Ik vind dat zo fucking sick, Jelle. Ja. Weet je, het lijkt alsof je de kamer, de vibe niet kan lezen of wat dan ook. Was het bot? Ze hebben geen bot kunnen uitbrengen. Okay. Het was gewoon, we gaan zitten. Zo, waarom zijn jullie hier? Ja, wij willen jullie komen. Fuck off. Weet je. Ik vind het echt heel erg sick. Wel het droom duurde die twee. Wat? Wat? Nee, ik vind het heel erg mooi. Maar Microsoft wilde echt harde klappen gaan uitdelen, man. Squaresoft Microsoft ook. Is ook wel een beetje harde klappen aan het uitdelen, toch? Mm-hmm. Als in, ze zijn vette dingen aan het opbouwen. En ik hoop dat heel rendabel is aan het eind. Weet je, of aan het eind. Over een jaar of twee. Mm. Zit ijs in. Ja, dat is te cool, toch? Is dat niet nice? Nee, niet bepaald. Dan staat hij te koud en dan zal ik hem straks even wat warmer zetten. De smaak is er daar een beetje vanaf. Die koelkast. En dus ik vind het altijd zo lekker, man. Koud, ijskoud bier, letterlijk. Ijskoud. Nou, ijskoud bier vind ik lekker. Het is ijskoud. Maar bier waar ijs in zit, daar is de smaak een beetje vanaf. Ijskoud. Ja, nee, dat klopt. Hoe kouder iets wordt, hoe minder smaak het heeft. Omdat de moleculen wat minder op je tong aan het rammen zijn natuurlijk. Daar heb ik geen weet van. Maar ik geloof dat je. Wat ik bedenk. Ik geloof ja, ik bedenk dat. Dus ik vind het een vet verhaal. En ik zou daar heel graag een fly on the wall hadden willen zijn. Op ja, moment. Zeker. Maar dat gebeurt natuurlijk vaker inderdaad. Dat je een fly on the wall bent in de gaming industrie en alles in de wereld. Ja. Microsoft moet Valve kopen. Ja, dat zegt Boris altijd. Dat ze dat ooit gaan doen. Ja, Steam toch? Ja, maar ja. Dus Valve en die hebben nog een te grote troef in handen. Maar op het moment dat ze een beetje klaar zijn met nieuwe ideeën, Valve, dan laten ze zich zo kopen door Microsoft, denk ik. Als ze geen zin meer hebben. Maar dan kunnen Boris en jij weer een einde van de week live doen, Daan. Ja, Boris is er nooit op vrijdag. Nee, die gaat op pappendag. Dat is pappendag. Dus ja. Ik denk niet dat heel snel Daddy daycare gaat gebeuren wat dat betreft. Wat is Valve een troef? Ja, Steam. Dat is gewoon een groot platform. Dat is niet eens een
troef. Het is niet dat ze, als ze niet de troef achter de hand. Het is de troef die op tafel ligt al jaren heel groot te zijn. Dat is een grote lul. En de, ja, dat is een grote lul. Ze hebben geen troef. Ja, ze hebben nog, ze hebben en al een hele grote lul op tafel liggen. En ze hebben nog een soort van voorbindildo troef achter de hand. En dat is namelijk Half-Life 3. En daar hoef je alleen maar mee, die hoef je alleen maar te laten zien. Je hoeft die niet eens mee te neuken, want dan kan het alleen maar tegenvallen. Ik ben echt zo kinderachtig persoon. Wat dan? Ik heb het over die lul op tafel leggen. Ja? Maar Trump had natuurlijk ook woensdag een speech voor die rally die hij had georganiseerd. En daar gaf hij complimenten aan een senator of een gouverneur. En die heette Dick. Ja, ja. En hij was hem allemaal complimenten aan het geven. En toen zei hij zo... Thank you, Dick. Nee, ja, dat zei hij natuurlijk. En dan zei hij... We all like Dick, don't we? Ja, oké, okay, dat is funny. Vind je fucking funny? Ja, dat is zeker funny. Hij is nooit funny, maar dit is wel een leuke grap. Ja. Ja. Maar ik denk niet dat het een grap was. Nee, waarschijnlijk inderdaad niet. Waarschijnlijk bedoelt hij het niet grappig, maar is het gewoon een soort van hem. Maar toch, iedereen, everybody likes Phil. Ja, precies. Ja, ja. Precies, ja. Everybody likes Dick. We all like Dick, don't we? Ja, precies. En dat is doof. Heel erg vet. Er gaan steeds geruchten over de Nintendo Switch Pro. Een datamine heeft allerlei Nintendo Switch Pro details boven water gebracht. En dataminer SkewersM heeft diep in de firmware code van de Nintendo Switch zitten graven. En allerlei details ontdekt die naar de Nintendo Switch Pro zouden verwijzen. De console zou de codenaam Aula hebben. En 4K beelden brengen en een OLED scherm bevatten. Oh, dus er zit wel een ding op. Ja, dan... Ik heb ooit natuurlijk voorspeld dat het wel een 4K ding gaat zijn. Maar dat het niet dat het niet geen scherm meer heeft. Dat het dus gewoon een, weet je, dus je hebt nu een... Gewoon een console. Switch, gewoon een console. Ja, ja. Ja. 4K versie van... Want je hebt nu een portable Switch zonder dock. We hebben de dock, dus dat is die hybride. Waarom de fuck zou je nog een hybride uitbrengen? Als je gewoon... Ik zou daar dus gewoon echt een 4K... Omdat ze dat altijd console. Doen. Ja, dat is waar. Ja. Dat is wel waar. Nou, ze zijn heel erg succesvol. Die geef ik jou. En, ik verwacht een OLED-scherm, ja... Dat verwacht ik wel. Weet je, OLED-schermen, dat zien we bij telefoons. Hebben we natuurlijk gezien in de allereerste PlayStation Vita. De tweede PlayStation Vita, die had het al niet meer. Die had gewoon weer een LCD-scherm. Ja. En een OLED-scherm zie ik gebeuren. 4K? Fuck no. Echt niet. Fuck yeah. Fuck no. Fuck yeah. Nee, fuck games no. Zijn helemaal niet hard om te runnen. Dus nee. Waarom zou je dat niet ook gewoon een beetje kunnen upscalen? Net zoals al die lelijke remasters. Omdat ik het je nu ga... Het is een 4K remaster. Omdat ik het je nu ga... Dat is allemaal lelijk. Omdat ik het je nu ga vertellen. Dat is niet zo mooi, bedoel ik eigenlijk. Omdat ik het je nu ga vertellen. Vertel het maar. 4K, je hebt er geen reet aan op een klein scherm. Heb je echt letterlijk geen reet aan? Maar hij bedoelt natuurlijk gewoon via de HDMI naar een tv. Die gaat niet een 4K scherm, heb je inderdaad geen ene flapmiegel aan. Nee, maar ik hoor heel veel mensen dat wel vaak zeggen. Zet het uit je hoofd, het gaat niet gebeuren. Nou, en anders zie je het toch niet, het maakt geen bal uit. Nee, maar het maakt wel uit. Nee. Want je... Laat me godverdomme uitpraten, klootzak. Ja, want dat ding wordt duurder. Hoe heet het? Nou, hij wordt duurder natuurlijk, maar los even daarvan. Het maakt geen sens, want je ziet het niet. En de batterij gaat gewoon veel sneller leeg. En als er iets is wat een Switch goed kan gebruiken, is een batterij die veel langer meegaat dan... Ik vind het wel fair. Als je nu een hevige game speelt, na 2,5 uur is die wel redelijk leeg, hoor. Ja. En, dus dat gaat niet gebeuren. 4K support op het tv? Ja, dat zou nog wel kunnen. Maar of de games dan nee, 4K zijn, verwacht ik niet. Ik zie ook niet echt de toegevoegde waarde voor Nintendo games. Omdat het kijk, iemand zegt inderdaad ook in de doelgroep. De doelgroep van Nintendo heeft dan geen interesse in 4K. Maar er zijn al twee Switchen. Dus ze moeten iets brengen wat die nieuwe Switch dan eventueel heeft. Zodat weer mensen hem gaan kopen. Dus hij moet iets nieuws doen. En dan is dit een hele logische stap. Dus weet je, anders dan heeft het echt heel weinig zin om een nieuwe uit te brengen. Nou ja. Nieuwe kleurtjes of zo, fine. Maar. Ja, misschien een grote scherm, klein scherm. OLED-scherm zit er natuurlijk wel in. Een OLED-scherm, ik zie het nog wel gebeuren wat dat betreft, hoor. Nog een grotere Switch zou ik zeker niet... echt? Geen nee tegen zeggen. Ik vind dit mooi, hoor. Maar, nee, maar je hebt nu de Switch Lite. Dat is al kleiner dan de normale Switch, hè? Ah, oké. Okay. Dus die normale Switch groter. Vind ik al vrij groot. Om heel ik kan hem wel groter, weet je. Dat is, ja, je houdt wel van groot. Zeker weten, dus, en vraag even aan de chat of zij zo'n Switch Pro zouden kopen. Ook al hebben ze een gewone Switch. Nou, dan wil ik dat graag wel eigenlijk eventjes in een... we weten natuurlijk het uitslag van een polletje eventueel. Veel mensen niet, maar als hij er is, zijn er nog steeds genoeg mensen die hem gaan kopen, hoor. Maar willen jullie 4K? Kijk, één iemand is tenminste eerlijk. Fabbertje is het... Oh nee, Faber NL, denk ik. Uiteraard niet. Kijk, Moonlight Wolf wel. Tot nu toe zou ik zeggen 80% niet. Kijk, geen Switch, dus ja, zegt Spasm iets. Dus nog steeds, veel mensen nee. Als het alleen een 4K upgrade is, niet zeker. Nou, oké, dat zijn niet heel veel. Oké,
Ja, het is zo moeilijk, dit soort dingen. Want dan kan ik zeggen van, maar wie heeft nu überhaupt een Switch? Weet je, upgraden hoeft niet. Maar stel je hebt nog geen. Ja, maar dan krijg je alweer ja's en nee's van andere mensen die net niet hebben geantwoord. Dus dit zegt echt helemaal niks. Ik zie Schemie zeggen, fuck die stick drift. New flash. Ik heb stick drift op mijn PlayStation 5 controller. Wat is stick drift? Dat die gewoon standaard één kant op blijft gaan. Dus ook al staat de thumbstick in het midden, gewoon dat in het midden iets doet, gaat hij naar links. Zo wat ik heel met mijn auto naar links. Maar dan, ja, je hebt stick. Maar in een auto is dat vrij normaal. Ja. De auto niet goed uitgeleid, dat die een kant niet op gaat. Nee, dat heb ik gelukkig ook nog nooit gehad. Dus daarom wist ik ook niet wat het was. Ik heb bij die PlayStation controle. En heel irritant. Het lijkt steeds erger te worden. Ja, dan moet je een nieuwe kopen. Hè? Zo werkt het. Ja, garantie. Garantie. Alleen het probleem is. Garance. Ja, dat gaat weer fucking twee weken Franse duren. En ik heb geen tweede PlayStation 5 controle, weet je wel. Dus dan kan ik twee weken geen PlayStation 5 gamen. Dus ik ga echt zo lang mogelijk uitstellen. Totdat de garantie bijna verloopt en dan ga ik hem opsturen. Stickdrift is wel een vet. Het klinkt vet. Is het niet, maar het klinkt vet. Heeft iemand het Franse woord voor garantie voor mij? Gewoon omdat, hè? You live, every day you need to learn something. Het Franse woord weer van wat geleerd. Garantie. Garantie. Garance. Warranté. Le garantie. Omelet du fromage. Google. Je ziet toch dat ik hier zit te presenteren. Ik zie je naam gelukkig niet. Maar Trip. Casey Triple. Ja. Ja, dat wordt matte. Garantie. Garanté. Ik denk garanté. Garanté of garantie. Quarantaine. Garanté. Garantie is garantie. Garantie? Nee, toch. Bad luck. Koos, je bent een grote baas. Gewoon al aan pils nu. Het is al ergens 5 uur geweest. Proost, maat. Nee, ik heb gewoon een klein katertje. Oh, van gisteravond. Van had je Mouse Tavern. Ja, de 1 Million Party. Oh ja, tuurlijk. 1 Million Party. Ja, ja, en ik stond vanochtend wel op met een kato, jongen. Oh. Garantie. Oké, garantie. Thanks. En nu voel ik me daardoor iets frisser. En dat zijn de signs of an alcoholic. Nee, hair of the dog, dat is al een heel bekend ding. Ja. Ik vind het ook altijd. 2 is het bij mij altijd. Eentje doet niet zo heel veel, 2 biertjes. Oh nee, voor mij nu al. Ik ben oké. Okay. Ja, high five. Ik heb ook echt flink zitten bunkeren vanochtend nog even om. Ja. Oh, ja. Ik heb ook trek. Oh, ik heb wel lekker eten meegenomen. Wat had ik? Oh nee, godverdomme, ik heb geen lekker eten meegenomen. Ik heb een salade. Godverdomme. Ik zag het. Dat vond ik wel heel. helemaal nu weet dat je een katertje hebt. Ik zat echt te kijken naar allerlei gerechten. Ja, nee, ik heb gisteren te veel gesopen. Ik moet even gezond doen. Je moet je kater altijd verdrinken in vet. Ja, super dom natuurlijk, man. Ja, verdrinken in vet. Verschrikkelijk. Wat een klootzak. Ja. Wat een domme lul. Frikandelletjes en zo. Wat zeg je dat, geil? Ja, hè? Nou, geil zou ik het niet noemen. Ja, ja, frikandelletjes. Frikandelletjes en zo. Ik zat er echt oprecht thuis laatst aan te denken. Ik denk vorige week. Jij moet echt een stemacteur gaan worden. Maar dat heb ik wel eens. Maar je moet het echt gaan doen. Ja, maar er zijn al veel te veel mensen die stemacteur willen worden. Hè? Dat is niet het Twitch-verhaal. Ik zou dat graag doen. Maar er zijn gewoon. De keuze is zo groot. Dat het gewoon. Als ik dat zou gaan doen. Ja, dan heb ik misschien 1 keer in de 2 jaar iets leuks. Nee, omdat die cast, dat gebeurt dus niet. Er zijn zoveel stemacteurs. Dat de regisseurs die dat soort films doen. Ja. Gewoon. Die en die. Uit een die er al is. Ja. Gewoon die hebben gewoon mensen waarmee ze werken. En het zijn letterlijk, ik denk dat er misschien 30 mensen in Nederland zijn die al die films inspreken. En daar kom je gewoon bijna niet tussen. Ik zou dat graag doen, zeker weten. Jelle bekend van de Big Hero 6 inderdaad. Nou ja, dus door hem weet ik dat bijvoorbeeld. Ik weet even niet meer zijn naam. Maar hij zei van, nou weet je, die markt is zo verzadigd. En iedereen heeft, weet je, elke regisseur heeft zijn 10 mensen waar hij graag mee werkt. En er zijn nog de BN'ers. Hè? Dus leuk dat ik Jelle Keuze ook al kunnen die dat niet. Nee, die worden gewoon ingehuurd. Gewoon die hebben gewoon, ja, maar en het is herkenbaar. Zo, oh leuk, het is gewoon niet flex. En dan gaan mensen gewoon kijken. Ja, dat... Ja. Maar ik zou dat graag doen, zeker weten. Ja, Tycho Gernand is zeker ook een baas wat dat betreft. Ik wist ook niet dat hij zoveel fucking cartoons deed, die gek. Maar, ik ook niet, nee. Die was dat is wel een terugkerend ding met Jelle. Ja, maar. Ja, maar. Houd je bek. Yes, hij is weer terug. Oh, good! Godverdomme, ja. Sorry. Hij is ook Gargamel, inderdaad, ja. Is hij Gargamel, maar niet al sinds dat wij Smurfen kijken? Dat is niet onze Gargamel. Nee. Not our Gargamel. Nee, maar hij is dus zo goed. Dat verschil hoor je niet zo heel erg goed, hoor. Tussen die twee. Dus, laat hem eens horen, Gargamel. Dan kan ik het misschien ook. Ja, oké. Okay. Tycho Gernand Gargamel? Mm-hmm. Oké, okay, dan gaan we gewoon... Een van de beste acteurs van Nederland. Ja.
is jouw feestje. Doen we gewoon. Ja, ik ben benieuwd hoe die dan klinkt. Ik weet eigenlijk namelijk niet zo goed meer in mijn hoofd hoe Gargamel, zoals veel Nederlanders hem natuurlijk noemen. Gargamel, hoe die dan klinkt. Nou, we hoeven niet alles van hem... Nee, je moet Gargamel willen we nu doen. Oh, dat zijn natuurlijk die geanimeerde. Het zijn niet meer tekenfilms natuurlijk, maar het zijn Safari films in de porno? Ja. Sick. Vet. How are you gonna pay hiervoor? Nee, ja, godverdomme, ja. Laat maar. Het zijn echt hele lange kutfilmpjes. Ja, fuck it. Sad. Maar Nederlandse stemacteurs. Ja. Ik vind echt zeker jaren 80, jaren 90 waren echt heel erg goed. Van die Disney shit. Ik gewoon, die hebben ook awards gewonnen. Ja, Disney Awards, zeg maar. Van alle internationale vertalingen was Nederlands het beste. Vet. En met DuckTales, met Aladdin, die papegaai. Die klonk ook echt het meeste als Gottfried. Dat klonk gewoon als de fucking Nederlandse Gottfried. Hoe heet die motherfucker ook weer? Gottfried? Ja, de Amerikaanse stemacteur heet Gottfried. Ik ben even zijn naam kwijt. Bommel. Maar Gilbert Gottfried, inderdaad. En de Nederlandse, die klonk zo fucking goed. Echt precies als hem, alleen in het Nederlands. Ja, dat is namelijk heel moeilijk. Wauw. They stole it from us. Nee, nog iets hoger. Hobbits is. Maar... Hobbits. Ze hebben het van ons gestolen. Weet je, dat op een gegeven moment, het klopt niet. Een soort van dat je. Het klinkt niet meer als Gollum als het ineens Nederlands is. Dan wordt het debiel van. En de mastermovies, weet je, die mogen we ook niet vergeten. Zeker weten, de mastermovies. Hele sicke voice. Je kan lachen, omdat het natuurlijk gewoon belachelijke shit is. Maar het is echt heel, heel goed gedaan, wel. Gollum Duck, ja, er zit inderdaad. Er zat wat Duck-stad shit in. Ja. Maar dat is even oefenen. Maar... Heb je Clone Wars of Rebels wel eens in het Nederlands gekeken? Ik kijk niks in het Nederlands. Echt niks meer. Ja, gewoon dat tegenwoordig ook als ik iets in het Nederlands luister. Ik vind het niet meer... ik vind het niet zo goed klinken. En dat had ik vroeger meer. En dat kan ook vanuit nostalgische overwegingen zijn. Maar, je hebt gewoon nu meer... Weet je, hoe noem je dat? Ik vond die stem van Dagobert bij Duck vond ik ook zo goed. Ja. Die oude man. Hij is al lang dood natuurlijk, maar ik vond die stem is dat zo is dat dezelfde stem als Henk de Mol van Alfred Jodocus Kwak? In mijn hoofd is dat een beetje hetzelfde. Nee, die anders wel meer posh. Maar ik vind dus die stemacteur van Henk van Dingest heel vet. Ik kan me er niet zo heel erg voor... Hij ziet er wel vet uit met zijn bouwhelm op. Ja, en fucking Brit. Ja, zo'n coole fucking character inderdaad. Ja. Nederlandse SpongeBob is tegen goed. Henk was Herman van Veen? Nee, zeker niet. Nee, nee ik zie hem voor me wie het is. Hij lijkt op Danny DeVito, die acteur daarvan. Een beetje. Die acteur die Henk doet, die lijkt op Herman. Score voor in het Nederlands? Sakko van der Maan. Daar begrijp Sakko. Ik... Daar begrijp ik dus echt helemaal niks van. Hè? Van wat? Een God of War die in het Nederlands is. Ja, maar daarom... Is daar vraag naar? God of War. Nee, dat is vet. Ik ben de god van de oorlog. Dat is niet cool. Weet je, daarom, dat werkt niet. Maar is er vraag naar? Voor die 14 mensen die geen Engels kunnen spreken. Of maar je weet hoe duur het is om zo'n productie op te zetten. Ja, nee, er zijn heel veel mensen gebeurt, bij betrokken. Ja. Kom hier, jongen. Maar dat is toch helemaal geen Kom vraag hier, naar, zou je zeggen? Boy. Jongen. Dus ik begrijp ook niet waarom... En nogmaals, als ik ooit kinderen zou hebben... En ik zeg dat ook tegen mijn broertje. Weet je, mijn broertje heeft natuurlijk een kindje gekregen. Een jongetje, Noah. En hij kijkt bijna al die shows in het Nederlands. Ik zeg... Geef hem Engels, man. Nu. Ja. Net zoals wij. Mijn broertje spreekt geen woord Nederlands. Nee, dat bedoel ik. Omdat of geen woord Engels. Omdat hij altijd die shit in het Nederlands kijkt. En jij, weet je, dezelfde familie. Jij spreekt flawless Engels. Ik sprak op mijn 9... Of tiende? Al een beetje Engels, ja. Ja, nou redelijk goed Engels. Nou, ik heb op de dingen zelfs kreeg ik een pass op de basisschool, omdat ik had als van wat is dit nou? Want je mensen kunnen toch wel meer dan dit spreken. Ik stond al de hele zinnen uit te spreken terwijl andere mensen bezig waren met ze cats. Ja, maar daar begreep ik bijvoorbeeld op school nooit in wat van. Ze shop. Ik begreep nee. Ik dacht echt dat zijn jullie debiel? Ja. Ja, ik wou zeggen, ik dacht echt dat ik bij debiel in de klas zat. Hebben jullie nog geen fucking A-team gekeken? Weet je, versta je Hannibal niet? Voor mij was het Ninja Turtles. Ik keek Ninja Turtles altijd alleen dat maar keek in ik het denk Engels. Ik in het Nederlands toevallig. Maar, ja. En ik zei ook tegen mijn broertje, zet gewoon Engels voor hem op. Eén, je zet nu Nederlands voor hem op. Hij heeft toch geen fucking idee wat er gaande is? Nee. Laat hem, kijk, hij krijgt al genoeg Nederlands van jou. Ja, precies. Laat hem fucking Engels leren. Dan kan hij het volgen. Nee, ja, nee. Maar, en wat vond je broertje ervan?
Mijn broertje is droogkloot. Ja, maar hij denkt er wel over na of zo. I guess. Ja, ik hoop het. Ja. Maar ik bedoel, ik stuurde hem vanochtend weer. Sterker nog, ik stuurde vanochtend een tweet. Ik zeg, lees dit even. Dit is even belangrijk. Ja. Ik kan niet zo goed Engels. Ja. Ja, nee, maar ik heb dus zelf in mijn hoofd, en dat is natuurlijk ook weer een beetje door Max, hè, er is weer, maar dat ik wil dat ik een partner heb die ook een andere taal spreekt, die ik bijvoorbeeld niet eens spreek, zodat ik mijn kind drietalig kan opvoeden. Ja, maar hier, man, precies ook wat Rich Chigga zei. Vroeger, toen wij Fox Kids Cartoon Network keken, alles was Engels. Ja, ja, maar daarom spreken wij Engels. Nu is fucking alles... Nog, maar nu is alles fucking op Cartoon Network en Fox Kids is allemaal, ja? Nederland. Ja, vreselijk. Cow and Chicken, noem het allemaal maar op. Ja, het is echt verschrikkelijk. Mama had een kip. Koe en kip. Mama had een koe. Danny was er. Papa was trots. Dexter. Hij wist het niet hoe. Ik heb wel eens Dexter gekeken in het Nederlands, jongen. Verschrikkelijk, man. Ja. Nee, in mijn tijd was Fox Kids echt nog zo goed als alles Engels. Dus ja. Ja, ik weet het niet eens, maar dat vond ik ook gewoon interessanter. Want inderdaad, je sprak al de hele dag Engels. Dus waarom de, of het Nederlands, enige wat Nederlands was, was Telcel. Ja, stel zo. Hey Mike! Ja. Oh shit, dat was inderdaad, dat is, ja, dat hoort erbij natuurlijk. Maar waarom, kijk, waarom deze Nederlands dubben, maar met een Amerikaans accent? Ja, dat weet ik niet. Nee, daar begrijp ik echt helemaal niks van. Nee. Hey Mike, vertel mij eens, wat ga jij laten zien vandaag? Nou, dat kan je niet geloven wat hier gebeurt. Ja, nee, dat is inderdaad heel grappig. Dat een hele grappige regisseur die dat gewoon heeft bedacht. Ik weet niet waarom. Eén iemand heeft... Maar kijk, en dat is hoe het gaat, hè. Eén iemand heeft zoiets belachelijks bedacht. Net zoals dat wij hebben bedacht dat dit de manier is waarop je gamejournalisme doet. Slaat nergens op hoe wij het doen, maar dit is gewoon wat bij ons past. Ja. En in één keer denken mensen dat dat de standaard is. Ja, en ja. Eén, ja, maar iemand, dat bedoel ik. Maar één iemand heeft fucking die domme shit bedacht van... Ja, maar het is een Amerikaans filmpje. Dat gaan we Nederlands inspreken. Maar dan moeten we wel in Amerika... Ja, maar dat is grappig. Dat is het domste idee. Dom, maar ja, maar het is ergens grappig. Het domste idee. Ja. En ja, daarna waren alle fucking Telcel filmpjes... Niet alleen voor Telcel, je had ook heel veel andere Maar je hoopt dat dat dan dezelfde regisseur is. Maar waarschijnlijk gewoon nagedacht. Omdat ze dachten dat het dat standaard is, dat was. Dat hoort dan ja, zo. Ja, nou, dat volgedrag kan ik inderdaad niet hebben. Dat is precies wat ik bedoel ook met Twitch en met influencers en wat dan ook. Dat. Ja, echt verschrikkelijk. En hetzelfde met Nederlandse gamesjournalistiek en Gamekings. Zullen we weer over nieuws hebben? Mag, ja. Ja. Cool. Ja, we hebben het net over gehad, hè? En dit is ook nostalgie. Het blijft Gamekings, wel. Ik vind het echt heel sick dat gewoon niks het doet hier. Dat, oh ja. Le PlayStation. Oh, dit wil ik het in het zwart zeggen in het Frans. En dat kan natuurlijk heel fout uit mijn mond komen. Maar oh, dat logootje er ook op. Heel sick. Ja. Sony, take notice. Zo maak je een Black console. PS5's go on sale tomorrow. Maar dat was gisteren, dus die gaan vandaag in de verkoop. Jongens, ik heb hier fullscreen iets opgezet. Dus ik hoop dat jullie het thuis ook kunnen zien. Ja, dat is goed zo. Wat vinden jullie van dit design? Maar dit is niet officieel van Sony, toch? Nee. Ne pas de Sony. Maar ik spreek ook een beetje Frans. Wat vind je van dit? Je parle français un peu. I don't care. Ik vind het zeker 200% beter. Ik vind het logootje wat ik zie iemand Darth Vader zeggen. Cool. Het heeft best wel Vader vibes ook, ja. Lord Vader. Ja. Rise. Lord Vader. Ja. Nee, dat kan hem beter. Ja, dat is te erg. Ja. Lord Vader. Rise. Die stem van Emperor is echt zo sick. Ik vind het wel een vette einde van de week live. We zijn echt all over the fucking place. Het is de eerste van het jaar. Maar het is super nostalgisch. Ja, we gaan de nerdy. Terug. Ja, ja. We hebben hier deze PlayStation met dat vette logootje in beeld. Dat is namelijk aan de onderkant. Dat wil je erop hebben. Dat ziet er vet uit. En er zit een mooi licht, klein licht dingetje. Misschien is het ook een knopje. Ik weet het niet. Maar dit ziet er al veel beter uit. Het is nog steeds een lelijke vorm. Dat is wel weer grappig. Hè? Ze hebben dus wel die vorm aangehouden. Het is niet dat ze dan eventjes die ja, domme flappen die je daar nu... Die kattenoren. Je kan in principe met... Kan je er gewoon afhalen. Ja, je kan vierkant maken. Maar dit is weer in principe volgedrag. Dus dan hebben er mensen gedacht van... We gaan een zwarte PlayStation maken. En dan gaan we cashen erop, jongen. En dat doen ze dan precies hetzelfde fucking shit. Ja, domme kijk, kut. En, ik vind het gelijk kut. Maar het gaat wel... Nee, dat mag ik niet zeggen. Het gaat wel echt veranderen. Want kijk, het ding is... het is heel makkelijk om zo'n play te maken met een 3D printer. Weet je? Dus er gaat gewoon iemand makkelijk, wel... Makkelijk. Er zijn mensen die het makkelijk kunnen. Wij niet. Ja. Maar er zijn mensen die het makkelijk kunnen. Maar het ding is, er gaat gewoon iemand komen die met een eigen design komt. En die kan die misschien drie keer zo groot worden of twee keer zo dik of whatever. Ja.
Maar dat het in één keer een sick design. Ja, maar high five on that. En dit zijn inderdaad gewoon weer mensen die niet verder kijken dan dat hun fucking kleuren... Nou ja, niet kleurenblindheid, maar hun ogen kunnen zien. Want hè, die denken van oké, we gaan er precies hetzelfde, maar dan in zwart. Want mensen willen zwarte. Ja, maak dan ook een vettere vorm. Maar die kattenoren, die heeft het helemaal niet nodig. Die willen dat het recht is, zodat je dat niet dat fucking stomme pedestal ergens onder moet zetten. Dus maak gewoon een vierkant ding. En huge is hij dan zeker, maar dan is hij tenminste cool. En nu... Oh man, dat kutbedrijf. Wat een dom kutbedrijf. Welk bedrijf is dit? Boycotten. Cancelen. Nee, dus we gaan ze ook niet noemen. Nee, klopt. Nee, sukkels. Sukkel.com. Het ding is... ja, sorry Nick, ik zal weer... Ik zal mijn woorden een beetje inslikken. Ik begin een beetje te wennen. Aan? Aan het design van de PlayStation. Ja, maar alles went. En, ja, dus maar... Amsterdammetje in je reet ook waarschijnlijk. Ja, maar het kan nog steeds pijn doen dan, weet je. Ja, op een gegeven moment doet het geen pijn meer, denk ik. Dan het ding is, ik vind de PlayStation niet meer heel lelijk. Zoals ik het op begin... Ja, maar ik vind het niet mooi, maar ik vind het niet meer heel lelijk. Dus voor iedereen die nu ziet... Oh, Cinewalk, heb je gezegd? Ja, dit is jullie moment. Jullie mogen nu basken. Want je hebt ooit gezegd van dit ding blijft forever lelijk. Nee, dat heb maar niet gezegd. Andere mensen zeiden, wacht maar, je gaat hem op een gegeven moment ga je hem boven. Ja, maar dat is met alles zo. Ja, nou, weet je, als jij, gelijk. Wat vind je de lelijkste kleur ooit? Jelle. Nou, stel je zou je muur in je woonkamer jelle verven. Ja. 3 maanden later precies, whatever the fuck, man. Dat denk ik niet. Tuurlijk wel. Hele grote foto van mij. Op een gegeven moment heb je zoiets van, ja, dit is gewoon wat het is. Dus weet je hebt het gewoon geaccepteerd. Dat betekent niet dat je... En dat, misschien, weet je, voor je gevoel heb je dan het idee dat je mooi begint te vinden. Maar ik denk meer dat je begint er een band mee te bouwen. Een lelijk kind. Ja. Een heel lelijk kind. Ja, liever, je hebt liever een ander kind. Maar ja, het is wel jouw kind. En op een gegeven moment denk je van, dit is mijn kind. Het is fijn. Hetzelfde. Nou, nee, je accepteert het, denk ik. Ja, maar dat bedoel ik. Ja, maar, ja. En op een gegeven moment soort van, ja, maar er zit een beetje... Dat scheve oog, dat heeft ook wel wat. Die scheve tandjes, weet je, dat heeft denk ook wel ik, wat. Kijk, er zijn lelijke kinderen. Zeker. Dat weten we allemaal. Ja. Denk jij? Ik was maar, niemand, nou, maar niemand zegt dat van zijn eigen kind. Nou, ik zou dat, denk ik, glashard gewoon zeggen, eerlijk. Ja, dat denk ik echt. En sterker nog, quote me on that, als dat ooit niet zo is. Op een GameKings video, 30 jaar later, kijkt zijn zoon... Zo, wat een lelijk kind. kijkt zijn zoon een GameKings video terug... Ja. Zo'n lelijk kind. Ja, nee, maar echt, ik denk niet echt dat ik dat zou schaam me denken. Kapot. Schaam me kapot. Nou, ja, schaam me voor een kind is wat anders. Nee. Ja, nee, maar dus, hè, ik denk dat ik dat eerlijk zou zeggen. En het ding is wel dat... Niemand is lelijk, misschien van binnen. Sorry, er zijn echt genoeg mensen lelijke zo, mensen. Hond en honds lelijk. Ik was bijvoorbeeld een lelijke baby. Toen werd ik een mooi kind. En toen ik een jaar of, ik denk 8 tot een jaar of 13. Ja. Dat is gewoon een lelijke guy. Ik heb dat nooit mee. Soort van, ik was heel lanky. Een soort van, ik had een wijze spleet tussen mijn tanden. Ik had zulke zeilers van oren. Ja, ik had gewoon. Ze vielen er op een gegeven moment allemaal uit. Dus ik had 2 hele grote voortanden met de spleet ertussen. Vet. En ik had zulke zeilers van oren. Ja, dat was niet mooi. Maar daar, weet je, toen ik 5 was, was ik een hele cute baby. Toen ik eruit kwam, fucking lelijk. Als ik zo'n kind zou krijgen als ik. Jesus Christ, ik hoop dat dit wat wordt later, zeg. Want, dus dan ben ik heel eerlijk al. Ik was echt een hondlelijke baby. Mijn broertje bijvoorbeeld ook. Dat was letterlijk E.T. Die zag er zo uit. Hij kreeg zijn ogen niet eens open en hij had zoveel haar. Lelijke baby. Mijn zusje, mooie baby. Dus ja, dat was echt een gesmolten E.T. inderdaad. Dat was echt... Is dat van Hans Thewe? Maar mijn gesmolten E.T.? Ik heb geen idee. Maar mijn vraag was, mijn broertje. Was... Mensen zeggen dat nooit van een kind. Oké, jelle kunst wel. Maar nee. Mensen zeggen dat over het algemeen nooit van een kind. Is dat omdat ze dat niet kunnen zien door de liefde? Ja. Want liefde kan verblinden? Of is het puur ontkenning? Ik denk een elke situatie natuurlijk anders, maar het is zeker een combo van beide. Ik denk dat je net dat je denkt van, hé, maar dat valt wel mee, toch? Omdat het gewoon de genetics is, want het komt uit jou en wat dan ook. Dus, maar je kan jezelf een lelijke guy vinden, toch? Ik bedoel... ik denk dat... Ja, oké, okay, dat en is dat je wel denkt waar. Van, ja, kut man, die sorry, dat heb dat je van mij. Ja, ja. Nou, en dan is het dus... In dat geval is het, als ze dan zeggen, nee, het is niet zo, dan is het ontkenning. Maar ik denk oh, dat jezus, is. Bad luck, 17. Je doet je naam wel eer aan. Ik werd eindelijk wat knapper toen ik 23 werd. En op mijn 24ste werd ik kaal. Ja, was een mooi jaar. Oh, bad luck, daarom heet hij ook bad luck. Dat is inderdaad. Hij heeft een jaar van niet maar, bad luck. Is je username ook echt daar vandaan gekomen? Ik ben wel benieuwd nu, bad ja, luck. Komt dat daar vandaan inderdaad. Dat is heel vet, ja. Echt heel gruwelijk. Nee, dus... en, maar, oh ja, we kwamen hierop omdat we het over PlayStation hadden. Die lelijk was. Maar, ja. Maar is dat mijn liefde voor PlayStation die dat dan verblindt? Nee, het is gewenning. Dus dat is gewoon acceptatie. Weet je, dat zeg ik. Op een gegeven moment, een lelijk kind leer je ook accepteren. Ja.
Ja, oké, I guess. Ik zie er nog wel iets in zitten. Ik wil er gewoon een keertje... Ik wil een keertje iets custom maken. Weet je wat ik al zei? Van, ik wil mijn PC een keertje echt een hele vette beeld van maken. Maar ja. Weet je, ik heb dat nog nooit gedaan. Maar doe die plates. En doe ze niet in dezezelfde domme vorm. En ik heb twee linkerhanden, weet je wel. Dus, De internetprinter of de 3D-printer. Nee, maar ik moet gewoon gaan leren. En weet je, dat komt vanzelf wel. Ik wil een keertje zelf iets, een hele vette beeld maken. En met de PC, maar ook met mijn PlayStation zou ik dat best wel willen doen, wat dat betreft. Ja, nee, maar doe dat. Ik bedoel, hij kan niet lelijker. Nee, nee. Nou ja, je kan er... Ja, nee, eigenlijk bijna niet. Een houten PlayStation nog een lelijkere kleur dan wit. Als de PlayStation 5 smaller was geweest, zou ik hem ook mooi vinden. Maar vind je niet ook dat lampje mooi die in de avond schijnt op het shiny zwart? Ik vind hem niet te dik of zo, hoor. Dus, maar. Het ding is, kijk, ik vind de disclosure versie vind ik zo lelijk. Kijk, dat is de rechter die hier staat. Ik vind de disclosure versie, ik vind die proportie klopt niet of zo. Nee. Dat is net alsof je een vaas met tulpen erin hebt staan. Wat bedoel je? Zeg maar, het loopt zo naar buiten. Ja, op die manier. Kijk, en die onderste, die heeft... Ja, we like butts. Nee, maar zo... Zoals dingen, die hebben onderin vaak een breder fundament. Ja. En dan worden ze naar boven dunner. En bij die andere is het precies andersom. Ja, daarom net is Saruman's Tower. Ja. Ik vind het niet mooi. Nee. Nou ja, het is mooier, maar ja, fuck it. Dus ja, dan hebben we dat. Fischer die zegt, het design, maar überhaupt is dat een mooie statement. Design is een parodie op de toekomst. Dat vind ik vet. Diep van jou, Fischer. Nice. Hoezo is dat diep? Nou ja, dus je kan altijd wat bedrijven willen doen, is vaak even een beetje vooruit denken. Ja, want hij moet 7 jaar meegaan. Ja, maar je weet niet wat er over 5 jaar in is. Dus je bedenkt ergens wat er dan... En je wil, soms wil je veilig gaan zitten, maar als je dus niet zo veilig gaat zitten, kan je een soort van... Kunnen wij dat waarderen? Wat? Dat ze een gewaagd design hebben gedaan. Kijk, wij vinden het saai. Als mensen gewoon heel veilig gaan spelen. Maar je kan ergens zeggen dat de nieuwe Xbox de allerveiligste console ooit is. Want het is een vierkant ding. Maar het is de mooiste console ooit ook nog eens. Dus dat is een grappige... Het is geen gewaagd design, nee. Nee, maar... Ja, het is wel fucking mooi. Fucking mooi, ja. En sterk nog, het is het minst gewaagde design ooit. Want het is gewoon een grijs vierkant ding. Ja. Dus, maar daardoor ook gewoon ineens de mooiste. Ja, dus... ik vind hem echt verschrikkelijk mooi. Ja, ik ook. En ik vind het natuurlijk. Ik waardeer ook de dat er een keuze is gemaakt door PlayStation. Alleen de keuze zelf. Ik vind het vet dat ze organische vormen hebben gebruikt. Ja, maar dat was de 3 ook al ergens een beetje. Of nou, die was rond. Ja, maar hier zit echt een flow in. En daar is het gewoon blop. Ja, maar dat was al... toen hadden ze al moeten weten van... Oké, dit werkt niet. Want je kan er niks mee. Je kan het niet stapelen. Je kan het alleen maar ergens neerzetten. En hij is lelijk. Hij glimt. PlayStation moet je ook niet stapelen. Daarom. Ze hebben zoveel liefde ervoor. Ze hebben zoiets van, we gaan iets maken. Je kan er niks op zetten. Gek. Nee. Ben je gestoord. Ben je gestoord, ja. Nee, fair enough. Ja. Nee, ik vind eigenlijk alle PlayStations mooi. Behalve de 5. Ik vind de 1 mooi. En ik er vind is de 4 mooi. De 4 het Pro. Allerlelijkste. En ik ga hem nu erbij pakken. Die vind ik zo fucking lelijk. Dit vind ik het lelijkste ding wat ze ooit in hun leven hebben gemaakt. Ik vind het niet eens Sony waardig. Dat is ook een router. Dat is ook een Jezus router. Ik vind de 5 lelijker dan dit ding. Maar, want het doet ongeveer hetzelfde. Het ziet eruit als een cheap router. Ik niet. Ik zal je uitleggen waarom. Heb je hem ook vast gehad wel eens? Ja. Het is een schuifding. Het is... Dat ik hem niet open gemaakt. Die bovenkant moet je schuiven met je hand. Het is onpraktisch, maar ik vind het wel cool. Je moet hem bovenkant moet je schuiven met je hand. En het voelt als... Ja, kijk, ken je dat... Als je beschuit hebt, dan zit er toch aan de binnenkant... Ja, de Oh, wauw. Ja, dat zo karton. Voelt het ja, ook. Dat is waar. Ja, dat klopt. Ja, dat is een mooie vergelijking. Oh, maar die controller. I love you. Ja? Ja, ik hou er echt van. Dit is dan natuurlijk de DualShock 3. Ja, ik vind DualShock 1, 2 en 3, dat zijn mijn favoriete controllers die er zijn. Dat is mijn choice. Ze zijn wel lekker compact. Love it. Maar love it. Die van nu vind ik wat ergonomischer. Dus, nee, ja. En de materialen waren zo ontzettend cheap. Echt, dit was zo'n... Oh, ik vond het zo verschrikkelijk. Ik vond het zo niet onwaardig, deze. Ja, snap ik. Hij is nog 1 left in stok. Bloedlelijk ding. Mocht iemand hem willen hebben... Maar ik vind het namelijk wel een grappige, gecondenste versie van de PlayStation 3. Want dat was ook een lelijk ding. Ja, dat vond ik niet.
Hetzelfde, maar dan groter en nog bulkier en scherper randen. Maar dit is echt dit voelde als karton. Ja, dat grijze shit. Nee, ik vind deze mooier dan de PlayStation 3 en ik vind hem ook mooier dan de 5. Nee, ik niet. Ik vond het heeft ook zo'n beest. Verschrikkelijk. Ergens heeft hij wat van de heeft de PlayStation 5 wat van deze, vind ik. Kijk hier, check die beest alleen. Ja, maar ze hadden toch allemaal beestjes. PlayStation 2 had ook een beest, die blauwe. Ja, die klopt. Van en de PlayStation 4 heeft ook een beest. Oké, nou, ik heb nooit een beest gehad van een PlayStation. Nee, ik ook niet. Base station. Ik heb hem altijd gewoon. Ik heb nooit een base station gehad. Ah! Ik heb hem gewoon rechtop. Nee, hier, ik heb... Dat was een Daan grap. Hier, deze is toch best oké. Ja, ik vind die slim dus wel mooi. Ja, en ook omdat je er iets in kon opbergen, toch? Er zit een gap voor je controller of zo. Ik weet niet. Zit er niet een klepje hoe op? Hoe kom je daarbij? Dat ding nee, dat is die onderste. Oh, die had een klepje. Die had een klepje voor de... En daar zitten echt 30 SD-kaart readers in. Van, ja, Memory Stick Pro Duo SD-kaart. PlayStation 4 Fat hebben ze meer genoemd. Compact Flash zit erin. Fat. Ja. Die wordt nog steeds gebruikt. Die kan er wel je foto's van je Nikons en wat dan ook op checken. Ja, man. Wow. ERG. Ik wist helemaal niet dat Compact Flash nog steeds gebruikt werd, joh. Echt. Niet waar, sukker. Wel, Daan. Ga fucking werken, man. Of kom hierheen om bier drinken. Ik drink geen bier, maar... Ja, ga je mensen uitnodigen om bier te drinken, ja. En dan ga ik lekker rond. Hey, laat het. Het staat daar en... ja, doei. Ah, yeah. Even kijken. PUBG 2 is een ontwikkeling. PUBG, hè. PUBG in Nederland. Ik vond PUBG wel een hele vette game. Ik heb het een tijdje leuk gevonden. Heel spannend. Rol van. Ja, heel belachelijk spannend. Vooral omdat het voor geen meter bestuurde. Waardoor het nog moeilijker was. En nog spannender was. Weet je nog dat wij die Xbox-variant toen hadden gespeeld en gestreamd? Die speelde echt voor geen meter. Nee, dat was dat weet ik niet meer. 10 fps of zo. En een pop in de hele tijd op 3 meter afstand van je en zo. Echt, oh ja, ja. Echt maar dat was later natuurlijk ook wel weg, waarschijnlijk. Ik heb ooit 1 winnetje gepakt, solo. Ja? Ja, toen ging ik alleen maar rondkarren in de auto. Ja. En op het einde bleef ik rondjes rijden om mijn boom en die andere gras bleef maar wegrennen. En toen raakte ik kapot. Ja, daarom. Het heeft iets inderdaad ongestroomlijnd, waardoor het nog heel onvoorspelbaar en leuk is. Ik vind het logo van de Call of Duty League trouwens heel mooi. Waar zie je dat? Daar beneden. Wat is dat überhaupt? Ja, het zijn 3 soort van... balken in een bepaald perspectief. Ja, ik weet waarom? Niet wat het doet. Ja, dat weet ik niet helemaal. Misschien is dat de bokaal. Ik zou hopen trouwens dat ze zo'n bokaal krijgen in dat... Een horizontale bokaal. Ik vind het heel mooi. Super onpraktisch. Ja, zeker weten. Maar is dat de bokaal, jongens? Ja, het lijkt voor mij ook op het trappodium. Maar dat, ja, ik vind het ja, zoiets. Niet veel sens maken. Nee, maar het is iets dat er... En ik moet zeggen, het woord league... Ja. Is een leuk vondje, lekker apart. Maar het lijkt, als ik het lees, lijkt het niet alsof er leak staat. En ik vind het gek dat het L dan soort van niet is bij het zwarte. Dat is ik lees wel leak. Ik zou alleen die E zou ik uitlijnen met deze zwarte. Nou, de L moet uitgelijnd met dat zwarte ding. Het is heel of de L, ja. Maar in ieder geval als je zo iets aparts wil doen, dan zou ik in ieder geval die E nog uitlijnen. Dit is scheef, zeker weten. Maar leak heeft een rare, het leest eruit. Het is een trap. Wat voor trap dan? Het is geen trap. Het loopt namelijk... In een kronkel. Perspectief in ieder geval. Ze zijn dus bezig met PUBG 2. Ja, boeit niet zo wel. Ik vind het logo tof. It's unlikely it will release in 2021. Yes, I think so. It will most likely be in Unreal Engine 4. Oh, dus ze zijn er nog niet eens mee bezig. Als ze nog niet eens de fucking engine weten. Dan zijn ze er niet mee bezig. Sorry. Oh, dit was het. Maar nog nieuwtje. Dit was het PUBG. Maar ze zijn er niet in ontwikkeling, want ze weten niet welke engine ze gaan gebruiken. Hoe kan je nou een game in ontwikkeling zonder dat je weet welke engine? Kan toch niet? Of is het soort van, we zijn bezig in 3? Het is erg dun qua nieuwtjes. Ja. Dus ik ga daar ook niet al te veel aandacht aan besteden wat dat betreft. Het is niet de nieuwe bekijker Weerthof die drop the knowledge. Een podium? Een bokaal. Kan ook. Dan, ja, ik vind het raar dan. Ik ben benieuwd wat het nu is. Ik ga het zo meteen even uitzoeken. Gewoon voor mezelf. En hoe ga je dat uitzoeken dan? Wat is het? Dat is in gewoon de logo Google. Om... ik ga gewoon researchen naar het logo van de dingen. Er staat vast ergens uitgelegd wat het is. En anders dan app ik of dan twitter ik naar iemand die dat misschien weet. En dan zeg ik niet van, hey man, jullie zijn sukkels. Nee, dan zeg ik van, hey, kun je me vertellen wat het logo precies is? Oh, ja. Bov Goose zegt de nieuwe Nvidia-kaarten. Over PC-shit gesproken. Oeh, goeie. Wat een mooie brug. Dat is niet wat ik wilde zeggen trouwens. Oh. Maar... De aankomende week nemen we een nieuwe PC Master Race op. Dus high five. Waarschijnlijk. Ik heb sowieso Steven te gast. Steve. Hopelijk Vasco. Vasco. Dus
Weet Bas, je dat? Bas Tabasco. Komt weer een nieuwe PC Master Race aan. Maar we hebben nog meer. Dat is nog niet alles. Precies. Nee. PC, het is volgende week PC-week. Volgende week is een hele vette PC-week. Is het ook vooruitblikweek? Het is ook, er worden ook vooruitblikken. Fruitblikken en PC's. Yes, daarom. Week. Kijk, dat bedoel ik. Want aanstaande dinsdag gaan we ook iets unieks doen. We gaan voor het eerst een presentatie van een PC-producent livestreamen. Net zoals we dat doen bij perspresentaties van PlayStation en Xbox tijdens de E3. Is het de allereerste keer? Ik kan me niet voorstellen. Staat wat hier staat. Ja, nee, en als het op zwart op wit staat, dan moet het wel waar zijn. Het staat wel zwart op wit. Is dat waar het vandaan komt? Inkt op papier, zwart op wit. Ja. Weer wat geleerd. Ik weet nu het al. Dus ik dacht wel dat het logo tering obvious was. Zwart op wit, nee, dat heb ik nu. Dat de allereerste in ieder geval dat ik die connectie leg. En ik heb garantie geleerd. Dus ik heb al drie dingen geleerd vanavond. Ja. Vandaag. Nou, daar ga ik vanavond over nadenken, dat wil top. Ik zeggen. Dit zijn echt dingen waar je wat mee kan in je leven. Ja, vind ik cool. Dus met voor- en nabeschouwingen. Hij betreft namelijk de online ROG-presentatie live vanuit Las Vegas. Want er was natuurlijk eigenlijk, zouden dit jaar gewoon weer een CES zijn. Ja. Dat gaat niet door vanwege corona, maar ze hebben natuurlijk nog steeds shit die ze willen verkopen. En toffe nieuwe producten die ze uit de doeken gaan doen. Ik heb nog geen idee wat het is. En samen met Steven gaan we zitten om voor te beschouwen. We gaan vervolgens samen met jullie naar die presentatie kijken. En we gaan nabeschouwen met een hands-on van de producten die worden met aangebracht. Gear al. Ja. Sikke productie. Dat is een coole opbouw. Dat is wat ik heb begrepen dan. Ja, dat is als het goed is inderdaad hoe het gaat werken. Ik doe dat als ik veel verbaas ben. Maar dat is inderdaad als het goed is wat we gaan doen. Voorbeschouwing. Dan gaan we de show kijken zoals we ook E3 shows kijken. En daarna hebben we een nabespreking met hands-on van sommige producten. We mogen nog niks over het programma zeggen. Dat heb ik net gedaan. Maakt niet uit. Ik zit in mijn modus. Ja. Oh, je bent echt aan het lezen. Ik was niet aan het luisteren. Oh, okay. Nee, maar ik was niet aan het luisteren. Maar we mogen dus niks over het programma zeggen. Maar ik kan wel beloven, het wordt geen suffe zooi. Nee, zeker niet. Het is een inside joke, jongens. En waarschijnlijk begint het om 6:45. Ja, het begint om 6:45. En ze pakken het tegen E3-stijl aan. Dus ik ben heel erg benieuwd. Hoe staat het met de GK-PC? Ja, fucking insane. Ja, die heeft een eigen ereplekje. Dat laten we nog wel even een keertje zien, het ereplekje. Zeker. En we gaan hem natuurlijk nog een keer in de stream, gaan we er een game op spelen, in een stream. En gaan we de voornaam van deze computer bedenken. Hij heeft nu al een bijnaam, natuurlijk. En een achternaam. We vragen alvast in jullie om erover na te denken, natuurlijk. Hij heeft BBC, dat is de nickname. Ja, dat is de nickname van hem. En hij heet Helios, zijn achternaam is Helios. Ja? Wie heeft dat bedacht? Ik, de wereld, de chats. Dat kan je, dat eigen je zo denken. Klinkt heel erg als een stel, hè, we noemen hem geen Erik, maar het is Erik BBC Helios. Dat werkt. Okay, nou, dus het werkt als achternaam. Jullie mogen een voornaam bedenken, jongens. De Big Bad Computer. Nee, de Big Black Case. Computer. Oh, ik dacht de Big Black Computer, maar de Big Black Case. Ja, precies. De Big Black Computer, dat kan ook wel, hoor. Ja, hetzelfde. Daarom, dat maakt niet uit. Het is gewoon BBC. Mooier, denk ik. Dan, het is niet alleen een case. Nee, alles is best wel zwart en vet en big in dat ding. Dus dat is nice. Dus big black computer. De Coomer, wat is dat? Osse Backstabber. Klinkt heel gek. Jan, gewoon Jan. Jan, nee, maar ik wil dat het een vrouwennaam heeft. Dit ding is zo mooi. Zijn wil vrouwen je die Jan heten? Zoals er ook vrouwen zijn die Kees heten. Ja, dat weet ik wel. Maar Jan als man, een vrouw? Ja. Jan, niet de man. Ja. Niet de man Jan. Ja. Oké, okay, sick. Ik hoop wel dat een nickname dan is. Jean. Ja, dat Jean. Jean vind ik wel een mooie naam voor die computer. Jean BBC Helios. Jean Helion. Jean Helio. Ja? Ja. Ja, wie heeft deze trombone of zo? Weet ik veel. Geen idee. Zeker een optie. Zeker een optie. Ja, toch? Ja. Vet. Henk Jan? Nee. Henk Jean. Jean. Wat? Jean-Luc Pessé. Jazeker. Ik had een nerdbonertje. Dat is heel vet. Jean-Luc BBC Helios. Jean-Luc Helios. Black. Computer. Ja. Dat is heel dik. Vader is ook een coole voornaam. Meer een achternaam, maar ook een vette voornaam.
Even kijken. Vader Helios. Klinkt ook fucking bruut hoor. Hey. Ik zie weer een nieuwtje staan. Jesus. Oudere delen in de Final Fantasy serie komen in 2021 nog naar Microsoft dienst Game Pass. Woo! Er staan al redelijk veel Final Fantasy's op Xbox Game Pass. Namelijk Final Fantasy 7, make it so. Final Fantasy 8. Volgens mij staan er nog wat andere titels zelfs nog. Maar er komen er dus nog meer. 9 staat er volgens mij ook op. En dan gaan we heel even kijken welke er dan nog meer komen. Even kijken. Final Fantasy 7, Final Fantasy 8 Remastered, Final Fantasy 9, Final Fantasy 15, die was ik bijna vergeten. En Final Fantasy 15 Multiplayer, die staan nu op Xbox Game Pass. Maar Final Fantasy 10 HD Remastered, Final Fantasy 10 2 HD Remastered, Final Fantasy 12 The Zodiac Age, die ben ik nu aan het spelen op PlayStation 5 trouwens. Final Fantasy 13, Final Fantasy 13 2 en Lightning Returns Final Fantasy 13 komen ook nog naar Xbox Game Pass. Feest, man. Wat? Ja, die namen en die shit, ik snap dat nooit zo, man. Ik snap dat niet meer, maar... Welke in particular? Al die shit. Final Fantasy 2, HD, bla, weet je, een soort van bla, en dan een soort van Lightning Returns, dubbele punt, Final Fantasy 13. Ga gewoon, weet je, maak een nieuwe game en noem het 14 en 15 en 16. Die zijn er ook. Ja, maar dat kan niet. Want dat is het probleem wat ze voor zichzelf hebben gecreëerd. Ja, heel erg. Probleem. Elk nieuw deel is een compleet nieuw universum. En dus wil je verder gaan in het universum, dan moet je dat deel noemen en dat 2 noemen. Ja, ja. Nee, dat vind ik erg. Had ze het niet in chapters gewoon moeten doen? Final Fantasy 7, chapter 1. Final Fantasy 7, ja. Chapter 2. Vind ik al in plaats van Final Fantasy 7, 2. Dat ja, of Final Fantasy 2.5 HD, dubbele punt, Blabla's Revenge. Jij gaat echt Kingdom Hearts tof vinden. Ja, nou, dat is nog erger. Ja, precies dat. Dat is dus nog erger. Daarom, dat is nog erger. Dat heeft het nog veel meer, ja. Echt verschrikkelijk. Nou, Final Fantasy is een naveldraadje. Nou, die zou ik hem niet helemaal geven, die klassificatie. Er zitten wel naveldraadjes in, ver. Dat klopt. Sommige, ja. En ik moet zeggen, Krodu heeft wel af en toe wel een van mijn favoriete franchises of all time. Gewoon. Dat heeft het is bij mij ooit wel eens geweest. Ik was er echt heel even uit geweest. En ik moet echt nog steeds op mijn blote knietjes. Cloud. op mijn blote knietjes bedanken dat ik naar de Final Fantasy Fanfest kon. Want dat heeft echt mijn liefde burns. Weer opnieuw leven ingeblazen. Echt insane. Echt, ik hou van die game. Ik ben ze nu weer allemaal aan het spelen. Ik zit te denken welke ik ook weer als laatste heb. Ik denk dat het 12 of 13 was. Ik denk 12 dat ik die als laatste heb gespeeld. En JOK, die boy bent in de auto cringe. Inderdaad. Die heb ik niet helemaal luister, ik dacht hetzelfde als jij. Okay, ik heb die fucking game gespeeld. Het is insane vet. Ja, nee, die heb ik heb niet ver genoeg om te zeggen. Maar volgens mij was het dus 12 de laatste. Ik heb 15 hard heb gespeeld. Heb ik uitgespeeld. En alle fucking DLC. Hoe heet het? Ja, niet dat het heel veel uren is, alle DLC. Ja. Maar ik heb ze elke fucking episode heb ik gespeeld. En episode Arden is misschien wel een van de allervetste gameervaringen die ik ooit in mijn leven heb meegemaakt. Dus nee, die shit was echt helemaal vet. Gaat Koos nu uit zijn plaat? Niet helemaal. Want ja, die games had ik al op een ander platform. Ja. Dus ja, voor mij maakt het niet zo heel erg. Het is vet dat je dus een dikke berg content wederom naar Game Pass gaat. Game Pass is gewoon heel vet. Ja, ja, nee, zeker weten. Yakuza, hint, hint, hint. En Yakuza, Like a Dragon, ben begonnen. Ja. Het heeft Dreamcast graphics, vind ik een beetje. Het heeft die hele vlakke belichting ook. Ja, en dat draaien van die camera heeft zo'n bepaalde gevoel. Want ik snap precies wat je bedoelt, maar dat is waarschijnlijk ook wel ongeveer waar het in begonnen is. Dus het heeft heel erg, het is afgezien van de cutscenes die wel heel mooi zijn, heeft het iets clunkies dat... Het is niet next gen, laat ik het zo zeggen. Ik heb het op Xbox Series X gespeeld en ook echt de next gen versie, maar het oogt niet echt next gen. Maar een hele vette game. Ja. Ik vond het echt heel tof. En Ricootje twijfelt om Final Fantasy 14 online te checken. Doe het, my man. Doe het. Je kan het gratis checken. Tot en met level 60. Dat zijn echt honderden speluren en het is fucking vet. Join de Phoenix server en have fun, man. Of niet. En dan leg je hem weer weg en dan heb je geen geld eraan besteed. Dus mooi toch? Maar dan ga je weer een balletje trappen als Ajax weer in de Europa League gaat spelen. Dus ja. Wil je nog hebben over Dishonored 2 of zo? Nou, daar gaat het volgens mij het nieuwtje niet over. Oh, wat dan? Ik zie heel veel woorden Dishonored staan. Nou. Harvey Smith, regisseur van Dishonored en Prey, werkt bij Arkane Austin en werkt aan een nieuwe game. Dit heeft hij laten weten in een interview met de Spaanse website Vandal. En Smith heeft zo'n 4 jaar bij de Lyon-studio van Arkane gewerkt aan Dishonored 2.
En is inmiddels terug bij Austin dus. Austin is een vet stad, dus daar heb ik gelijk al vertrouwen in. En waar werkt hij dan aan, inderdaad? Een nieuwe game? Is dat Dishonored 3? Of is dat iets anders wat ze aan het doen zijn? Kijk, Arkane doet natuurlijk nu ook Deathloop. Ja. Ik hoop eigenlijk dat Arkane Might and Magic gaat doen en niet Dishonored. Dishonored is een spiritueel beetje vervolg op... is het Heroes of Might and Magic 4... Of Dark Messiah of Might and Magic, dat was die game. En dat is daar de zon. Maar ik hoop dat dat het is, want dat is veel meer high fantasy. Meer riddertjes. Ja. Ik ben blij voor je. Ik zag je een beetje in slaap vallen. Dus dat is nice. Even kijken, volgens mij zijn we door al het nieuws heen, man. Ja? Ja. Nee! Ja, hoe laat is het? Tien over drie. En na 4 uur moeten we weer live. En dan zijn we live met Monster Hunter. Ja. Monster Hunter... Rise. Rise. Volgens mij. Ja, dag het wel, ja. In ieder geval op de Nintendo Switch. Dus tenzij jij echt nog specifiek iets zou willen bespreken of de chat, dan wil ik eigenlijk een nou, we kunnen nog 5 minuutjes. Ja, dat is prima. Het voelt nog alsof we 5 minuutjes moeten doen of zo. Dark Messiah, kijk. Niks over Bitcoin. Iedereen een trap geven, klopt, ja. Ja. Echt, ik word af en toe zo moe voor jullie. Niks over Bitcoin. Nee, hebben we Bitcoin? Het, jullie zijn toch Game Kings? Ja, 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 precies. Ja. Inderdaad, ja. Klotig dat Arkane ook weer een exclusive wordt. Nee, hoezo, Nicky? Ja, als je geen Xbox of een PC hebt, dan is het kut. Maar het is toch een vette move dan van Xbox, van Microsoft. Sure. Iemand Monster Hunter film al gezien? Nee. Sure. Wat zitten we nou net te zeggen? Sure. Ben ik hier niet gekomen om te zeggen dat we om 4 uur Monster Hunter Rise gaan spelen? Ja. Ben ik nou gek? Ga je nog games straks? Ja, dat gaan we zo meteen gewoon doen. Spelen jouw games hier? Ja, precies. Nee, ik moet zeggen, er kwam niet heel veel vette shit. Dat was een Louis verhaaltje trouwens. Ah, nice. Ja, dit ging over mijn pet. Ik begin met de pet. Ja, inderdaad. De nice Shox impressie van Louis van Gaal. Ik deed mijn best. Ik hoop dat die een beetje overkwam. In ieder geval, Q even me snapte. Ja. Wat gaan jullie spelen zouden, hebben we ook al gezegd. We gaan... Oh, dat was ook een wat dingetjes. Monster Hunter. Wow. Oké, okay, jongens, dan zeg ik nog één ding. Oh, amigos. Amigos? Amigos de los Prensa. Yo voy. Yo voy. Vámonos. Tot zometeen, jongens. Yes. Chalas. Adios. Later.